Je bent nu bezig met jouw scriptie. Ik ben bezig met mijn scriptie, afrondfase. En je gaat ook ja. afronden, toch? Ik ga hem zeker afronden. Niet zoals velen uh, die zeggen ja, HBO, ja. alleen scriptie nog. Nah. Dan zijn we tien jaar verder en dan... Nee. Voel de nee. druk al. Ja. Once you change your philosophy, you change your thought pattern. Once you change your thought pattern, you change your, your attitude. Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you go on into some action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Welkom bij wederom een podcast van Dien en Dunia. We zijn nu volgens mij op nummer 11. Volgens mij wel ja, 11 alweer. Sowieso altijd een bijzondere gast. Maar die bijzondere gast heeft sowieso altijd wel een mooie introductie nodig. Je ziet hem al lachen. Uh, deze broeder, wat moet ik zeggen. We hebben de vorige keer hebben een paar keer gesproken over jongeren. Over doelloosheid en hoe het anders kan. En dat een voorbeeld geven. Dus ik ging een beetje scrollen op mijn telefoon en ik zag die naam van een broeder. Ik dacht van, ik moet hem bereiken, man. Want elke keer als ik met deze broeder spreek... is het gewoon aan. gewoon We praten over verschillende dingen. En wat ik vooral opmerkte bij de broeder... ondanks zijn jonge uitstraling en ook leeftijd... is dat hij gewoon vet bezig is met zoveel verschillende dingen. Dus als ik hem na drie maanden weer ga spreken... is hij daarmee bezig. Maar wel structureel, wel heel volwassen. Toen dacht ik bij mezelf van... ik moet hem hebben als voorbeeld. Een broeder, Arabische broeder met een Haagse tongval. Waar ga je dat vinden? Huh? Alleen hier bij Dien in Dunia podcast. Over niemand minder dan Hossam. Hi, ja, die zag niet aankomen, met die inleiding. Nee. Ik heb een verrassing voor je gehouden vandaag. Uh, de reden waarom ik je heb uitgenodigd... een shocker uh, dat je bent gekomen... en op de uitnodiging ben ingegaan... en dat het vlot is verlopen. Ik ben altijd al benieuwd geweest van... bijvoorbeeld jouw keuze qua studie, werk en ondernemerschap... en ook jouw reislustigheid... Uh, zodat je in ieder geval aan de audience kan meedelen van uh, ja, hoe je tot bepaalde ja, uh, moves bent gaan komen en dat vind ik wel mooi, bijvoorbeeld de studie wat je hebt gedaan uh, waarin je in een afrondende fase bent, ja. ik wilde wel dat je daarmee een kick-off doet, broeder Hassan uh, ja allereerst het is voor mij een eer om uh, weer met jou aan tafel te zitten sure, en yeah. uh, ja de introductie wauw wow. <laughs> <laughs> ik was vergeten, ideale schoonzoon is hij ook nog <laughs> Nou ja, en uh, ja, zo, je hebt, je hebt het, uh, het beeld volledig volgens mij geschetst. Okay. Ik kan er weinig aan toevoegen. Maar het, is, het is altijd uh, een plezier om met jou uh, in gesprek te kunnen gaan. En hartelijk dank voor de uitnodiging. Geen probleem. Dus jij hebt luchtvaarttechnologie ben je gaan studeren bij ja. een afrondende fase. Exact. Wat doet een broeder wiens uh, ouders uit Egypte komen? Ze komen naar Nederland en uh, ze voeden broeder Hossam op. En Hossam denkt, ik ga luchtvaarttechnologie doen. Is het omdat het zo'n lange naam had? Of, uh? nou, het is meer... ja. <laughs> <laughs> ik denk dat het meerdere factoren heeft. Uh, allereerst... Ik zin, op, op hele jonge leeftijd was ik ooit in een cockpit geweest. Uh, destijds toen ik ne nog net uh, mocht. Ik denk dat dat dat, dat beeld daar in het cockpit in de cockpit bij mij is blijven haken. Hoeveel jaar was je toen als ik vraag? Uh, ik, ik was heel klein. Ik weet, ik kan het, ik kan het zelf niet eens herinneren. Okay. En um, en dan vervolgens begon ik dus aan mijn studie. En, ja, je wilt je ouders natuurlijk blij gaan maken, en trots gaan maken. En de branche, of tenminste mijn passie... die zit in de techniek. Okay. En, uh, ja, voor mij is het van... hoe groot kan ik gaan... en hoe, uh, hoe breed kan ik het aanpakken. En uh, ja, motortechniek... Motor of uh, autotechniek... was niet zo... was, ja, was, was interessant, maar niet, niet echt... Uh, was, dat had geen wow-factor voor mij. Uh, na een tijdje zoeken... kwam ik uiteindelijk terecht bij... vliegtuigonderhoudtechniek. Ik deed... Echter was dat alleen mijn backup. Ik wilde... Ik deed, voorheen deed ik uh, MAVO. Um, uiteindelijk wilde ik eigenlijk heel graag doorgaan studeren... of doorgaan op de HAVO. Um, en vliegtuig onderhoudstechniek is een mbo-opleiding. Dus ik hield dat als backup. Helder. Ik heb een jaartje HAVO gedaan. Is helemaal misgelopen. Uh, Lag niet aan jou, toch? Uh, nee, nooit. Nee. Nee, nee, maar ook ja. gewoon om eerlijk te zijn, dat lag echt niet aan mij. Nee, ik kwam op een school terecht waarbij ik... Dat is ook iets wat ik, uh, wat ik heel erg jammer vind. Um, ik kwam op een school terecht waarbij niet rekening werd gehouden met uh, leerlingen die vanaf een lager niveau kwamen. Dus uh, je, gaat van, je zit in een klas met jongeren van, die al van drie haven naar vier haven gaan. En dan jij komt vanaf een heel laag, ja, vanaf een heel laag, veel lagere pit. Ja, de stap was te groot. Eigenlijk. De stap moest... was te groot om die te maken zonder begeleiding. En die begeleiding had ik niet. Ik had nul begeleiding op de school. Ik had uh, ook nog eens last van docenten die eigenlijk slecht, nou, niet, niet zozeer slecht les gaven, maar slecht Nederlands spraken. Okay. Um, het was een internationale school. Maar wel er werden wel lessen gegeven in het, in het Nederlands. Daar had ik heel veel last van. En natuurlijk, ja, op zo'n leeftijd heb je veel afleiding. Dus ik denk dat dat ook een hele grote factor heeft geschilderd. Ah, daar komt de kritische houding <laughs> van de hossam. De... <laughs> ik moet daar dieper op in. Nee, ja. <laughs> nou, dus, okay. uh, uiteindelijk heb ik dus gefaald na een jaar HAVO. Toen, uh, toen ben ik weer teruggevallen op, uh, uh, op mijn backup plan. Dat was uh, vliegtuig onderhoud in Hoofddorp. Um, ja, vier jaar gevolgd. En uiteindelijk uh, tijdens mijn stage kreeg ik contracten aangeboden... van een specifiek bedrijf. Die heb ik afgewezen omdat ik verder wilde doorstuderen. Dus ze hebben mij uiteindelijk ook geholpen om uh, de keuze te maken... om verder te studeren. En dat was dus luchtvaarttechnologie. En zo ben ik daar eigenlijk terechtgekomen. Oké, okay. dus uh, je bent nu bezig met je scriptie? Ik ben bezig met mijn scriptie, afrondfase. En, en, en je gaat uh, ook afronden, toch? Ik ga hem zeker afronden. Niet zoals velen die uh, zeggen, ja, HBO, ja, alleen scriptie nog. Nah. Dan zijn we tien jaar verder en dan... Uh, nee. voel de druk al. Oké, mooi, mooi, mooi. Nee, ik ga niet als een al of toe een ouder klinken, dus... <laughs> uh. um, Oké, okay. maar nou, je passie is duidelijk uitgelegd dat je daar... Uh, ja. Je weg in wilde vinden en ik zou er benen bijna en dan uh, wil je gewoon aan de slag gaan. Maar naast jouw studie heb je. Ja, wat ik ook wel leuk vond uh, tijdens jouw studie ook. Dat je al ook was begonnen met vloggen. Toen ja. er nog geen naam was uh, daarvoor. Uh. Klopt. Ik dus, kreeg, uh, uh, Het was nog net gaande en uh, mijn school die wilde eigenlijk de opleiding een beetje gaan promoten. Dus uh, werd ik gevraagd om ja, een aantal vlogs voor mijn school te maken. Als ik daarop uh, terugblik, dan denk ik dat de boodschap wel uh, helder is voor de studenten die dezelfde opleiding willen gaan volgen. Alleen ja, het, het was. Ja ik heb het uh, de, de valt heel veel te leren en heel veel te verbeteren dus dat, uh, dat oh, is ja, wel ik bedoel, naast dat je foto's en ik ben wat je ja. ook natural vond, <laughs> volgens mij en ik vond het heel natuurlijk ja. ik vond wel bijvoorbeeld uh, heel veel mensen zijn bijvoorbeeld camera shy maar Juist. dat je gewoon jezelf bleef natuurlijk bleef natuurlijk bleef communiceren dat is wel ja vond ik wel ja. uniek voor iemand uh, op zo'n jonge leeftijd dat je dat gewoon durft en gewoon doet uh, dat vond ik wel mooi om te zien om eerlijk te zijn dan wil ik je wel even verrassen want ik, was ook best wel camera shy, voordat ik ermee begon. Ja. En ik denk dat het voor mij Dat moment is het echt een leerproces voor mij geweest. om ja. niet camera shy te worden. Ja. Gewoon een knop omgedraaid volgens mij. Ja. Ik heb niks ervan. kunnen merken van. Nee. waarvan ik denk van. oh, hij is een beetje schuw daarvoor. Nee. nee, dat is het dus. Um, het is met de, met de opnames mee. is dat, is dat, ja, is dat weggegaan. Uh -huh. Ik kan nu uh, voor een publiek kan ik gaan spreken. Ik, kan, ik heb daar geen last van nu ja. op dit moment. Ja. Ik denk dat het echt ligt aan de mindset die je dan uh, erbij moet gaan hebben. Die je ja. dan halverwege door, um, ja, door je levensfase heen, levensfase levensfase heen kwikt. Ja, ja, zeker. Nee, netjes. Nice. Um, jouw hobby's. Je ja. hebt er veel. Ik heb echt er veel. Heel veel. Motorrijden. Ja, zeker. Wat doet een allochtone broed op een ja, motor? De, uh, <laughs> dus uh, van vader naar zoon uh, meegegeven. Is dat zo? Oké, okay, jouw vader was ook een uh, vervente motor. Ja, 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 okay. ja. Die, uh, die deed het uh, vroeger. Mm -hmm. Wel in zijn... Uh, waar hij vandaan komt. In, in zijn Alexandria, wilde jaren. Dus. Ja, <laughs> in de wilde jaren deed hij dat. En uh, op een gegeven moment is dat... Nadat hij kinderen kreeg, is dat... Uh, ja, je, kan het niet meer, uh, je kan het niet meer maken. Of tenminste, ik denk dat hij geen tijd meer had ervoor. Uh, dat de verantwoordelijkheid wel ergens anders lag. Of de... Ja, de, 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 ja zijn prio... Ergens anders lag. Um, maar ja, hij heeft er altijd met zoveel passie erover gesproken. Okay. Vader, zeg maar. Die heeft, er, die heeft leuke verhalen erover verteld. Waardoor ik zelf... Ja, interessant, Ja, er de, de, de mee, mee ben gegaan. En ik vond het sowieso leuk om op weet je, je, een scootertje te gaan rijden. Of wat dan ook. En Ik denk dat het van daaruit hè, deels is gegroeid. Ja. Ik heb mijn motorrijbewijs gehaald. En uh, uiteindelijk een motor. Mijn eerste motor was hier in Nederland. Even kijken. Beide motoren die ik heb gehad. Ik heb twee motoren. Ik heb nog steeds één. Wat kosten zulke dingen? Nou, je kan... Ik ga er gek mee omgaan. Volgens mij kan je voor duizend euro een tweedehands halen. En voor je kan het gek maken zoals je dat wilt. 23.000 euro, 25.000 euro. Die kan ja, Maar ik kan me herinneren dat dat op een gegeven moment mijn enige vervoer was... En ik moest op een gegeven moment ergens heen, nood, noodgedwongen ergens heen. Maar het regende zo heftig. En de snelwegen hier, ja, op een gegeven moment is dat niet meer verlicht. Dus ik denk dat ik een uh, ja, niet zo een prettige ervaring heb meegemaakt hier in Nederland. Waardoor ik dus de beslissing heb genomen om eigenlijk uh, mijn motor te gaan exporteren naar Egypte. Omdat het daar altijd, ja, het is, uh, het is altijd mooi weer en de zonnetjes schijnen daar altijd. Uh, dus dat heb, ik, dat heb ik gedaan. Mijn motor staat nu nog steeds in Egypte. Oké, okay, mooi. Ja. Wat voor kick geeft dat het motorrijden? Want ik heb van andere broeders ook vernomen: van dat zou ik voorvol zijn gegaan om een, uh, uh, ja, een rijbewijs te halen, dus een motorrijbewijs ja. te halen. Maar de kick, hoe ze dat beschrijven, is, met is de heftig. wind wat je op afkomt, het gevoel van vrijheid. En, het is ook afhankelijk van de motor. Ik ben bijna die therapeutisch uh, als ja. het ware. Nou, het is meer een... Um, een kick. Een kick. Maar het kan ook een negatieve kick zijn, vind uh -huh. ik. Want uh, ik bedoel, als je op een race motor zit en je, je, je knalt hem vol open. Uh -huh. Ik denk dat je dan misschien een eerder een doodswens hebt. dan, dan uh, genieten, wilt genieten van de wind in je gezicht en uh -huh. de geuren om je heen en de, de natuur en alles. Ja, uh -huh. ik zelf rij op een tourmotor. Uh -huh. um, dus dat is een heel andere ervaring. Maar het, het kan beide kanten op gaan. Uh -huh. Het is zeker een kick. De adrenaline die uh, uh -huh. Okay. Schiet zeker omhoog. Mooi. Um, ja, een andere hobby. Waar ik ook Ja, ik ben meer jaloers op deze hobby dan om motorrijden, want ik ben gewoon een banger Maar. Rijzen. Uh, ik zou je een keertje achterop huh? achter nemen nee, als wat het goed maakt. Ik ben in Pakistan een paar keer geweest. En toen ja. moest ik met mijn neven gaan. En nee, man. Die hobbelige wegen en ze rijden alsof ja. gewoon niemand is. Nee, ja. want ze zijn echt keilers daar in Pakistan en in Egypte, denk ik ook. Hetzelfde. Ja, ik ja. maak heel veel uh, gekheden mee. Ja, uh, dus nee, geen motorrijden voor mij, bro. <laughs> maar reizen, ja. dat is wat anders. We hebben nog een afspraak staan dat we in Egypte gaan. Uh, inshallah. Ja. Ja. Maar je hebt aardig wat bezocht, man. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb het uh, vroeg aangepakt, ja. Ja, elke keer als we elkaar uh, Frank eens tegenkwamen, was er weer, weer. was er weer een trip. En dan ging ik gewoon helemaal nou ja, mee in zeker. jouw verhaal. En dan denk ik van, wauw. Kijk, ik ben zeker. iemand, die ik hou van reizen vanaf 2015. Dus ik doe het al ja. ongeveer vijf jaar. Maar ik hou het nog steeds binnen Europa. Snap je wat ik bedoel? Zo is het ook bij mij begonnen, totdat ik uiteindelijk, uh, ja... Ik heb nog even te gaan dan, denk ik, <laughs> dat, dat ik... Uh, Visa moet, moeten gaan aanvragen ik, met stempels. Ik moest gewoon zeker de grens over. naar nou ja, <laughs> Europa uit. En, kijk, het is. Wat is reizen voor jou? Wat reizen het? voor mij is is alsof ik alsof ik mijn uh, ja hoe moet ik dat zeggen? Alsof ik naar huis ga. Dat is gewoon voor nee. mij is dat een. Ik zoek mezelf op tijdens zo'n reis. Ik vind ik tref mezelf. Ik reis ook voornamelijk alleen. Ja. Um, is niet gebruikelijk. Heel veel mensen die zouden dat niet zo snel gaan doen, ja. maar tegelijkertijd, op het moment dat ik iets wil doen, dan doe ik dat. Ik, ik hoef niet op iemand te wachten. Ik hoef niet op iemand, iemands goedkeuring, iemands uh, moed. Switch dat ik daar rekening mee moet houden. Je merkt dat hij niet getrouwd is, geen kinderen heeft, dames en heren. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nee, oké. Okay. Ja. Nee, ik sorry, <laughs> onderbrak ik je verhaal? Nee, maar dat dus. Uh, even kijken. Ja, dus ja, je bent gewoon. Ja, je doet eigenlijk je nee. ding, maar tegelijkertijd. Je bent, uh, ik weet niet, maar een hotel, uh, hotelbed. Dat staat zo tien keer lekker dan thuis. Ik weet het pakken. Of, of dat dat, nou, ja, ik weet het. Voor mij is dat. Ja. Zo ervaar ik het. Ja. Um, culturen die. Nieuwe culturen die jij onderweg tegenkomt. Ja. En daar. Ik, ik ben er heilig van overtuigd dat je van, van ieder cultuur iets positiefs mee kan krijgen. Mm. En als er iets negatiefs is, dan kan je daar een les uit trekken. Mm. Want uh, dat blijf je gewoon houden. En daar ben ik juist op zoek naar. En ik denk dat ik, dat, dat mij laat groeien als persoon. Ja. Mijn persoonlijkheid, dat groeit met iedere reis weer mee. Levenservaringen. Ik krijg heel veel. Ik maak zoveel dingen mee ja. op zo'n reis. Dat, dat het. Het kan alleen maar, het is ja. gewoon goud. Het is prijs. Het, je kan er geen prijskaartje aan. Uh, Klopt, ja, ik moet het ook uh, bekennen. Ik reis uh, bijna nooit alleen, uh, maar ik kan ook niet met mensen omgaan. Dus ik heb het altijd uh, heel lastig als ik moet reizen. <laughs> um, voor mij, als ik, als ik met de boys moet gaan reizen, ja. uh, dan moet het gewoon een, ja, een selecte groep altijd zijn. Lukt niet altijd. Hè? Dan ben je daar met z'n tienen. Um, maar het moet wel van korte duur zijn. Ja. Ja, bijvoorbeeld wanneer jij reist, jij reist langer okay, dan een week. Lang. Ik zie mezelf niet met de home zitten, man, drie weken lang, nee. snap je? Nee. Als ik, uh, als ik, nou, globaal, dus. Hij een kan jaar... het weten. Uh, en hij kan het ook weten. Als ik dus, globaal, <laughs> nee. naar een, een jaar volgens van mij, uh, kijk, dan denk ik dat ik misschien, uh, wat is het, vijf maanden niet thuis ben, op reis ben. En dat dat. Uh, ik, ik heb daar geen last van. Het nee. doet me alleen maar plezier. Het is niet dat ik. Uh, okay, je hoeft is... niet met iemand te bespreken van, hey, zullen we nu naar die stad gaan of dat doen. Ja. Of, maar, uh... Het gebeurt toch. Ik, ik ben. Er zijn ook een aantal reisjes waar ik niet, niet, uh, niet alleen reis. Dat ja. ik met een, dat ik met een, vriend, een grote vriendengroep ja. ergens heen ga. Dat, dat maak ik ook mee. Hebben je nog contact met hem? Ja, 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 zeker. <laughs> maar ik. Uh... <laughs> <laughs> nee, okay, maar ja. dat is het ook ja. op een gegeven moment als je dus met een groep gaat dan, dan ja. kan je ook na zo'n ervaring kan je een keuze maken van oké okay, met deze persoon zou ik wel een tweede reis willen gaan of Klopt. niet Klopt. maar dat, dat maak je alleen maar mee op het moment dat je een keuze op het moment dat je een beslissing neemt ja. en een risico neemt ja. om de deur uit te gaan en met een groep op ontdekking te gaan ja, Sorry. als je thuis blijft dan merk je daar helemaal niets van en krijg je niks ervan mee ja. Sorry. Ja. dat is ook Eigenlijk deels de boodschap die ik aan al mijn vrienden wil... of meegeef meestal van... luister, je hoeft niet, je hoeft niet uh, naar de einde van de wereld te gaan reizen... om iets nieuws mee te maken. Je kan bewijzen van... België, Ardenne yes. Niet eens. Je nee. kan in Amsterdam, als je in Amsterdam woont... Ik ken zoveel jongeren die, jongens die niet van die Amsterdam wonen... die nog nooit uh, een daytrip naar Den Haag hebben gemaakt. Snap je? Mm. Daar kan je ook zoveel dingen van meekrijgen. Dat is ook... Voor jou is het ook een positieve uh, boost op het moment dat je iets nieuws maakt op een dag. Ja. Klopt, klopt. Stantisch. Maar ben je meer iemand die de auto pakt of uh, liever de vliegtuig? Ja, sowieso als het oh. buiten Europa is. Uh, sowieso. Buiten, kijk, Parijs, uh, dingen die. Ik ben, ben wel eens met de auto van, vanuit hier naar Oostenrijk gegaan, dat doe ik nooit meer weer nog eens. Ja, <laughs> nee. ik, ik ging met de boys en ik heb daar niet heel erg veel spijt van, maar ze hebben me echt moeten overhalen. Ja. Naar Zwitserland. Zwitserland. Ja, ja. we hebben gepland, gasten 12 uur lang, snap je? Ik ja. heb ook vijf uurtjes gerekend en ik rijd bijna nooit. Ik heb nog één boete openstaan die de broeder Oei. heeft betaald, maar oké. Okay. Ja. Maar nee, man, Twaalf nee. uur lang. Weet je, je gaat 12 uur lang, oké, okay, je vertrekt vanuit Den Haag, pap, pap, pap. je gaat daar. En dan zit het al in je hoofd, over een paar dagen moet ik weer terug gaan rijden. Nee, ja, man. Nou ja. dat kan je niet genieten, man. Wat dacht je van 14 uur in een vliegtuig om naar Japan te reizen? Dat is ook hetzelfde. Hetzelfde concept. ja. Yeah. Maar je zei twaalf uur onderweg, yeah. toch? Yeah. In de auto, met meerdere <coughs> jongens. Zeker, ja. Yeah. Met meerdere jongens. Dus uh, het gaat op een gegeven moment niet om de vier, 14 uur die je onderweg maakt. Het gaat om de jongens waar je mee bent. Ja. Yeah. Het gaat om de, de stops die je maakt bij de tankstation. De grappen die je met elkaar Zeker, uithaalt yeah. Yeah. tijdens de pauzes. Klopt. Daar draait het op een gegeven moment om. Klopt. Ja, dus uh, ik denk dat je net... Kijk, als je solo op reis bent, dan is het, dan kan je er wel naar kijken van veertien uur. Dan, dan is dat vanuit dat ja. bepaald perspectief wel uh, ja legit. Maar uh, als je met een groep bent en je, je reist veertien uur, dan is dat gewoon veertien uur lol. Of, althans, afhankelijk ja, van de groep, waarmee je bent maar veertien uur ja. contact met de groep. Je leert elkaar wel kennen hoor. Dat uh, geloof ik best. Ja, ja, ja. Een mooie trip voor Zwitserland, ook ja. Bosnië ook. Het is. Dus, uh... We zouden ook dit jaar, jaar eigenlijk bolletjes. naar Italië gaan. Uh, Italië? Naar Rome. Ja. Van Rome, Napels, helemaal naar het zuiden toe. Toen uh, ja, kwam corona. Ja, en toen kwam corona. Step We wilden nog salut geven aan uh, Corleone, dorp ja. daar. Maar het is uh, niet gelukt. Nee, nee. Inshallah, volgende keer. Inshallah. Maar wat <tie> heb jij van een wereld gezien waarvan jij zegt van, guys, dit moet ik met jullie delen? Ja, ik weet er al een paar verhalen, maar uh, ja. welk gebied of land uh, heeft jouw hart gestolen? Um, dat zijn er meerdere. Elke plek had wel zijn een charme. Mm. Maar kijk, laten we bijvoorbeeld met Egypte beginnen. Um, ik had daar een reis gemaakt samen met een klasgenoot. Um, en we zijn naar Aswan gereden. Um, daar heb je een bepaald stam, de, uh, of een bepaald streek, Nuba-streek, uh, Nuba-gebied. wat ik daar heel mooi vond, is dat je bijvoorbeeld winkels hebt. En die winkels die gaan niet op slot. Gaat gewoon het doekje eromheen, er, eroverheen op zo'n uh, aan de buitenzijde, en er wordt niks gestolen. Snap je? Ja. Ik, uh, dat vond ik dat vond ik bijzonder, vooral omdat in de rest van het land dat, uh, dat kun je niet maken. Ik kan niet. Ik, <laughs> Ik kan, je kan bijvoorbeeld niet in downtown Alexandria of in downtown Cairo? Kan je niet uh, je winkel zo open laten staan en lekker naar huis gaan en, en dan alsof er uh, niks gaat gebeuren, alsof er niks gaat gebeuren ja. en dan volgende dag uh, relax binnenkomen en uh, alles staat er nog nee, nee. dus nee. Dat, dat, uh, Wat dat betreft ze niets anders dan in Den Haag dan, uh, <laughs> nee, precies, zo kan je het ook. Uh, kijken. Ja, oké, okay. uh, dat, dat, dat vond was, je mooi. Dat ja. vond ik heel mooi ja. in Marokko, daar ben ik ook heel lang geweest. Ik vond het heel mooi. Nou, ik vond eten natuurlijk zo zo zo, zo lekker. Eten is echt uh, ja hoe, hoe ze zoveel passie in een kleine maaltijd uh, doen zeg maar, dat 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 trekt me ook heel erg aan. Mm. Maar ook gewoon de mensen hoe ze daar met elkaar uh, hoe ze daar met elkaar omgaan. Mm. Ik weet niet, er hing een iets relaxer sfeer dan uh, in Marokko dan bijvoorbeeld in Egypte. Hoe vaak ben je naar Marokko geweest? Ik ben nu. Uh, Twee, twee keer dacht ik naar Marokko geweest. Waarvan, een, waarvan ik een, een van de keren, dus... beide nou ja, beide keren waren best wel lang. Dus drie weken en ander was een maand. Of iets langer dan een maand. Ja, ik heb verschillende verhalen gehoord over Marokko, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Er zijn een paar momenten geweest waarvan ik dacht, van okay, ik ga naar Marokko. Ja. Maar degene die me heel goed kennen, die zegt van... Nou, Pido, ik weet niet of het iets voor jou is. Voor Marrakesh. Juist. Uh, twee broeders hebben me afgedaan. Nee, het is niet iets voor jou. Het is, ik denk ook nu dat Marrakesh zeg maar, iets voor jou is. Maar ja. ik denk dat je... Bijvoorbeeld, ik ben in de woestijn Rabat geweest. Ben je geweest. Ik ben overal geweest. Sorry, ik ga ja, graag. Uh, ik jullie. doe alsof ik niks weet. Ja, ik weet dat uh, jij wel geweest Ik ben in Casablanca <laughs> geweest, Rabat Kenetra. Uh, helemaal bovenaan Wat tot, was bij uh, mij dan? Wat bij jou past. Ik denk misschien uh, voor de relaxheid kan je lekker op de zand tegen in Husima. Okay. Of je kan de woestijn, de stilte in de woestijn gaan opzoeken in Merzoeka. Maar Hossema, iedereen komt in de nacht. Uh, Het ja, maar als je maar dat, Hossima, de, dat de ik de 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 is, <laughs> ik heb nog, <laughs> ik heb maar één Belg ben ik alleen maar tegengekomen. Serieus? In ja, ik zit ik, ik heb geen Nederlanders, uh, ben okay. ik, ik ben geen ah, Nederlands uh, tegengekomen tijdens okay. nee, een reis. Uh, Hossema, oké, okay, voor, uh, voor de Hossema voor strand, voor de strand ja. uh, Merzouga. dus echt wauw, okay. magisch en ja, wat nog meer, uh, maar ja, ik, Ves? Voor de, ja, de oudheid en uh, de kennis, um, dat is precies wat de broer tegen dat mij dus zeiden. Precies. Dat, ik hou gewoon van, van die ruïnesachtig, gewoon oud. Gewoon, ik vind dat echt mooi. De, de stad zelf, heel, ja. Elke in elke stad heb je misschien een oude stadsdeel, okay. dus dat dat, zul, dat dat zul je, dat je overal mij, treffen. Ja, ja. Je? ja. Uh, dat heb je bijvoorbeeld ook. Dat heb je echt letterlijk in elke stad ja. Maar uh, ja, voor de beelden, voor, de, voor, voor, je, voor je rust in er... Ja, de, om jezelf echt te plezier te kunnen doen. Ja, dan denk ik wel dat je, bepaalde, dat je jezelf daar wel uh, een leuke plek kan uh, vinden. Mooi. Welke en andere gebieden? Japan, daar ben ik ook geweest. Ja. Okay, dat zou ik dan weer niet durven, snap je wat ik bedoel? Ik, als holsam, zeg maar... Uh, voordat ik de beslissing had genomen om daarheen te gaan... Zou ik, ik niet, niet durven, maar ik zou... Ik zou denken van oké, okay, ja, waarom moet ik helemaal naar Japan? Japan. Uh, wat, wat heb ik in Japan te zoeken? Ja. Totdat ik uiteindelijk gewoon de stap heb genomen om die kant op te gaan. Dat was, dat was eigenlijk meer, min of meer een mogelijkheid om erheen te gaan. Um, die heb ik genomen. Ik ben erheen gegaan. En ik moet zeggen, ik heb geen spijt van mijn, van mijn beslissing. Ik heb juist liefde gekweekt voor het land. Ik heb een stukje van mezelf daar achtergelaten. En ik wil elke dag snak ik erna om weer terug te gaan. Ach, gruwelijk. Okay. Um, minpunt is alleen in Japan je krijgt um, heel, ik, ik, je kan heel lastig kan je contact maken met de locals die daar wonen ze spreken, voornamelijk, ze spreken meestal alleen Japan, zelden dat ze, uh, dat ze Engels spreken dus het is heel vaak met gebarentaal of met uh, Google Translate en dat maakt het best, lach, best lastig om ja, de, de locals echt te leren kennen om, en om je daarin in te kunnen mengen in tegenstelling tot Marokko en de rest van Europa en Egypte en heel veel andere plekken. Daar kregen we met, 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 met de Engelse taal kan je wel verder. Maar jouw hart is nog wel ja. daar, maar je kon, daar. Niet hun kon niet met hen communiceren. Hoe hun... gaan we die brug overslaan? <laughs> hoe, hoe is het alsnog zo gekomen dat je denkt van wauw? Ik denk sowieso de techniek, de, de mindset van de mensen daar. Ze hebben zoveel... Ik zou je één ding vertellen. Op het moment dat je een restaurant binnenloopt... het achterlaten van tips is, is vernederend. Is, is, je, je kan het niet maken om tips achter te laten. Om je achter te laten. Wat een geweldig land. Ik vind het gewoon perfect. Ideaal, maar. Ja. Nee, maar ik... Ja, ja nee, oké. Okay, ja. dat, ja, dat is gewoon vernederend. is gewoon ja. vernederend voor ze. Want zij, ze, gaan, ze zijn ervan van over, overtuigd dat ze 100% sowieso zonder de fooi die jij... Gooi. Hun best wil, ze moeten 100% hun best, hebben, hun best hebben gedaan. Ik voel daar wel wat voor om te zijn. Ik begrijp het wel, hoor. Zeker. Ja. En ik denk, omdat ik ook best wel in, juist in gebieden ben geweest... waar, waar het voornamelijk draait om voor je. Ja. Uh, Egypte en Marokko. Ja. Uh, als, als iemand mijn tas zou bij de hotel... die eigenlijk door de hotel in dienst is genomen... en door de hotel wordt betaald... dan ja. moet ik hem alsnog een briefje ja. van 50 gaan geven ja, maar waar, waar, waar hebben we het erover? Ja. Betekent dat ook dat ik bijvoorbeeld in mijn eigen branche, om ik een vliegtuig voor jou ontwerp, of uh, om ik bezig ben met een constructie, dat ik even een brief van 50 moet uh, verwachten ja. ik om een, om een deugdelijke constructie te kunnen leveren? Ja. Dat, dat staat nergens meer op. Nee, dat niet. Daar ben ik wel met je eens. Het is alleen, ik denk dat wij vanuit Europa, wanneer we naar onze landen gaan, dat we ja. gewoon of in ieder geval islamitische landen die uh, financieel gewoon een uh, flinke uh, ja, inhaalslag nog dien aan te maken. Yes. Gewoon vanwege het feit dat zij het al zwaar hebben. Misschien kunnen we het aan hun families geven. Want heel veel mensen die soortgelijke werk verrichten... het zware arbeidswerk uh, voor eventuele... Uh, voor anderen die gewoon op vakantie zijn bijvoorbeeld. Ja. Zij, zij gaan juist voor die banen voor, dat, uh, voor de tip. Voor de extra geld die ze kunnen krijgen. Er is wel een verschil tussen iemand die, die vraagt om tip... en die dingen doet alleen voor tip... dan iemand die... Hard werkt dat ja. je de, de zweet van wel. zo van van zijn voorhoofd af kan vegen en dat je dan vanuit eigen initiatief een, een, een tip voor hem mag te laten. Dat ben ik met je eens. Dat, dat daar heb ik daar heb ik het mee een beetje over. Nee, dat toe. ben ik ook met je eens. Alleen helaas uh, in onze landen, uh, Pakistan en Egypte is het gewoon een gewenning geworden ja. om zo te doen en te blijven en dan yes. boos te kijken. Dus, yes. Ze hebben nog niet de, de skills geleerd om gewoon hunzelf te zijn, ja. uh, zodat het vanzelf en automatisch komt. Dat wij wel een soort van ja, we hebben wel rachma tegenover Zerken onze ik, mensen. Ik ben, toe. ik ben er zelfs uitgescholden omdat ik te weinig. Te, ja, ja, waar ja, heb je het dat, dan over? Dat, dat bedoel ik. En als je dan als je dan iets anders meemaakt, in bijvoorbeeld een land als Japan, ja, ja dan kweek je daar wel een beetje ja. En, en niet alleen, no uh, uh. alleen uh, uh, daarover, gewoon de wijze. De, kijk, ik, ik, er was een moment dat ik, ik. Ik liep alleen in een straat waar ja. heel veel winkels waren. Um, en ik stond, ik stond een beetje bij een winkel te kijken en ik zag dat een mevrouw dus iets had gekocht. De medewerker die had de tas mee, waar, die is zeg maar gekocht, waar ze de goederen in heeft, wat, wat, ze, wat deze mevrouw in kwestie heeft gekocht. Ja. Ze loopt tot aan de voordeur. Ja. Ze geeft het zo aan haar. Deze mevrouw neemt het aan. en... De, werk, de mevrouw die daar werkt, die blijft zeg maar um, een aantal keren bukken, zeg maar als in groeten. nadat, de meest, nadat deze mevrouw al weg is. Uh, ik dacht, ja, maar dat. Dan denk ik van oké, okay, maar. Zo, zo respecteren, veel, zo, eer, Geef ze aan een klant, bedoel je dat? Ja, de wijze, van, waarop, de wijze waarop je iemand groet of de wijze waarop je iemand uh, behandelt is. Dat heeft dat zo'n veel hogere standaard dan hier, dan wow. overal waar ik ben geweest. Ik heb dat nog nooit eerder gezien. Ja. Ja, ik vind het echt leuk wat je nu vertelt. Uh, ik zei laatst ook tegen mijn vrouw, uh, bijvoorbeeld bij de Jumbo, ja, bij de Jumbo hebben ze al, in het begin hebben ze zo'n bord. Ja. Je komt binnen en staat daar. Bedankt dat u ook vandaag voor Jumbo hebt gekozen. En ik voelde me gewoon op een manier, ik voelde me gewoon Gewoon, het, het raakte me wel. Ik dacht ja. van, wauw, weet je, in zo'n uh, koude kapitalistische maatschappij. Uh, ik bedoel, ze doen, ze doen het vast wel voor het geld, maar het werkte wel bij mij. Ik zeg het ja. je eerlijk, het blijft wel bij me hangen. En hetzelfde concept, ja, dat heb je dan een beetje overal in, uh, in Japan. Oké. Okay. Je, ja. wordt, je, wordt, je wordt behandeld als, uh, ja, als, ik weet niet, met zoveel respect is als mee. niet normaal. Andere punten nog over Japan wat je echt uh, apart vond? Wat ik heel apart de level van gemak qua technologie. Er zijn ook een aantal zaken waar ze niet zeg maar voorop vooruitstrevend. Uh, juist. Ja. Bijvoorbeeld de snelwegen. Je hebt daar een soort van kaart wat je in je auto doet om dan de tolwegen automatisch te betalen. Maar uit de rest zeg maar om het totale bedrag, dan moet je met de hand. Je krijgt zo'n bonnetje van een meter en dan moet je zelf allemaal gaan uit. Uh, gaan uitrekenen. En niet zelf, maar degene waarbij je de auto dus hebt gegroeid. Um, ja, dat, dat is een beetje een achter... Oké. Okay. Uh, dat is een beetje verouderd systeem, dus dat kan, dat kan wel weten. Ja. Uh, auto's, die worden in, zelden op, op, op straat geparkeerd. Uh, alles is automatisch en dat, dat verdwijnt gewoon in een bepaald gebouw. Dus je hebt een poort, die zit... Ja. Haha, Zijn ja, science fiction. <laughs> De auto uh, die rij je naar binnen, en die staat dan op een bepaalde schaal, Hij draait hem om, hij gaat achteruit, gaat hij dan in een uh, soort van elevator en dan verdwijnt hij ergens. In de Geweldig gebouw. man, ik kan niet de auto rijden, dus dat is wel ideaal. Man. <laughs> Gruwelijk. Ja, dat en dus. Je, je vertelt me ook iets over uh, het uh, afdragen van geld. Afdragen van geld. Ja, gaat... dat ik ben het vergeten, dat maar dat doe je met twee ja, handen. Ja. Je kan niet als je, als je het zo ja. aangeeft, dan is het zo onrespectvol. Ja. Dus dat. Maar <laughs> Kijk, dat is zulke hallo. dingen. Ja. Hoe, hoe, hoe verzie je dat? Ja, ja, ja. En uh, ja, natuurlijk. Ik ben een sushi liefhebber. Ze mm -hmm. dus konden daar heel goed vinden. vinden. Ja, en noedels Zeker. Gruwelijk. Ja. Dus, uh, uh, mooi. Andere landen. Andere landen. Nou, ik ik heb uh, ik heb heel veel landen op mijn lijstje nu staan. Ik zou eigenlijk voordat de coronacrisis zou uh, toestaan, zou ik um, richting de Verenigde Arabische Emiraten, uh, Kuwait, Qatar, Turkije en nog eens een keertje langs Egypte. Um, maar ja, deze landen die hebben hun grenzen nog niet opengegooid. Dus ik, ik heb deze, ik heb de reis heb ik verplaatst naar volgend jaar. En dit jaar, mijn Griekenland, die gaat dus binnenkort open. Daar ga ik heen. Um, Egypte, waarschijnlijk, als die open gaat. En Turkije. Oké. Okay. Wat doe je daar als je, uh, als je reist? Ja. Kijk, ik reis... Mensen die mij kennen, die weten al dat ik. Sowieso veel reis, uh, voor mijn plezier, met vrienden, et cetera. Maar sinds kort, um, eigenlijk vanaf Marokko, is daar een tweede doel aan toegevoegd. En, en de hoofd, hoofddoel is nu voornamelijk... Ik, de reden waarom ik dus voornamelijk reis, is om um, bejaarden te helpen in uh, bejaarderhuizen. Er is een bedrijf, die heet Fietslabyrinth. En die heeft speciale fietsen voor ouderen in bejaardenthuizen en revalidatiecentrum. Um, wat zij dus leveren is een speciale fiets voor ouderen. Waarop ze kunnen fietsen. En tegelijk, tegelijkertijd zien ze een scherm voor hun neus. Uh, op, de, op die scherm is dan een bepaalde route afgebeeld. Bijvoorbeeld van de straat van Amsterdam of de straat nu van Indonesië, Marokko, et cetera. Et cetera. En ik ben dus degene die de beelden maakt. Een van de ja. mensen die de beelden maakt. Ja. Um, dus vandaar dat ik nu ook. Tijdens elke reis een fiets meeneem een aantal camera's en de straten daar filmen. Gruppen. Okay. Ja. Um, wat je dus uiteindelijk ziet, is dat je bijvoorbeeld ouderen, Marokkaanse ouderen of Turkse ouderen van de, van de eerste generatie, Indonesische ouderen die in een bejaarde thuis of oh, die in het huis zitten. Um, dat zij een PlayStation 4 of een PlayStation uh, voor een, uh, een top beschikking hebben. En dat is dus die fietslabyrint. Zij kunnen hun ja, dat is een soort van uitlaatklep geworden voor ze. Mm. Um, mensen die lijden aan dementie, die kunnen op het moment dat ze hun oude buurt weer zien. op het moment dat ze zien waar ze vroeger een boodschap hebben gedaan. dat kweekt bepaalde dan bepaalde prikkels bij ze op. wat positief kan zijn voor een uh, uh, revalidatieproces of wow. voor, uh, voor, de, ja. Ja, voor, voor hun toestand. Um, voor mij mm. is dat een stukje teruggeven aan de maatschappij. Voor mij is dat een stukje. Uh, ja, Laatschap is weer een veel te groot woord. Een, maar. Ja, ja. Op, op een dag word ik zelf oud en is dat het systeem wat mij een beetje bezighoudt. En dan zijn dat de beelden die ik zelf heb geschoten. Oké. Okay. Moeten een paar sturen als, je, als het kan en mag? Ik, ik Zeker. Mooi om ik, te ik, uh, ik zal je een link sturen van ja. mijn vlog. Ja. <laughs> <laughs> ik promoot niet eens mijn eigen podcast en me al bezig. Dat bedoel ik met een jonge gast, student, ondernemer die gewoon hostelt, man. Positief. Nee, nee geen probleem. We gaan hem ook zelfs droppen, hopelijk. Uh, op, op de inleiding. Ja. Geen probleem. Nee, de maar ik vind zijn. het wel uh, echt wel mooi, weet je, dat je dat kunt combineren. Ja. Passie voor uh, ja, het vieren van een vakantie en ook gewoon, uh, ja, natuur, uh, gewoon plekken te bezichtigen. Yes. En ook jouw passie voor films en fotografie, waar we ook op toe, toe komen. Ja, jullie gaan denken: van, hi, hoe heeft hij tijd is. gemaakt voor de podcast? En hij doet dit en dat. Daarom is het wel zo bijzonder voor mij. Dat voor je jou hier heb ik ben. altijd ja, tijd, ja. toch? En hij was er eerder dan mij zelfs. En dat is echt een belediging, man. Nee, dat is echt nee, niet nee. goed. Of was er maar, eerder? <laughs> nee, maar het is. Uh, kijk, het is ook weer de mindset. Uh, je, kan, je moet jezelf gewoon een beetje bezighouden met dingen die je leuk vindt. Ja. Uh, vind ik. Ik heb, ik heb bijbaantjes gehad waarbij ik die uiteindelijk niet leuk zijn geworden. Ja, maar dan op een gegeven moment merk ik ook van: oké, okay, ik ga met tegenzin naar werk en dat, dat is nooit als nooit goed. Mm -hmm. Daar doe je zelf echt heel veel tekort mee. Ja. Um, terwijl op het moment dat je heel veel plezier uh, met iets hebt en dat, dat, um, dat je daarin je tijd insteekt, dat dat veel meer positief invloed op je zulde hebben ja zeker maar je bent ook uh, iemand die ik ken als iemand die wel snel beslissingen maakt en ook voor gaat dus ja. je durft wel dan heb je niet alleen over alleen reizen maar gewoon welke idee of Ondernemen. concept ook bij jou komt je bent wel iemand die uh, uitvoerend is ingesteld yes. terwijl misschien ja. andere misschien mogelijkheden Dregoudend. krijgen. Soms creëer je zelfs mogelijkheden. Zeker. Ik bedoel, had je zes jaar geleden gedacht... dat je videobeelden zou maken voor ouderen met de mensen? Zeker nee. niet. Nee. Nee. nee, maar je staat open voor dingen. Denk na en execution. Het is, het is zelfs zo hmm. spontaan gaan. Ik, ik, ik heb dus mijn taxi-onderneming. Heb je het daarover gehad? Nee, dat kunnen we nu zo... Zie jij ze me <laughs> zelfs voor? de je. jeugd is scherp tegenwoordig. Ik, had, uh, ik ja. heb dus een taxi-onderneming. Ja. Maar om even de verhaal af te maken... Tuurlijk, sorry, van ja. Fiets, fiets snap, Ik okay. heb een taxi-onderneming en ik had, ik had een klant in de auto mm. en dat was dus de eigenaar of een van de mede-eigenaar van een mm. uh, Die vertelde dat ze nou volgens mij was het Maleisië, ze zou naar Maleisië re reizen en ik zou dus afzetten op de luchthaven. En ze had een fiets mee, dus ik dacht bij mezelf van, hoe dan? Mm -hmm. Het is het is zo ja het is zo uh, het sprak me gewoon in één keer aan en vanaf dat moment is het helemaal uitgepakt tot ja nu leuk. misschien de zoveelste reis, uh, reis die ik ja. maak en dus combineer met uh, met leuk 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 zo leuk. is dat gegaan dat is wel mooi man ja, filmen fotografie filmen fotografie ja maar dat is uh, dat staat dus ja. dat doe ik als zzp'er ja en daarnaast had ik een taxibedrijf. dat ja. deed ik ook als zzp'er ja dus je ziet wel twee verschillende branchen. ja die niet eens mijn hoofd, zeg maar dat, dat, dat zal niet uiteindelijk. Zal dit niet mijn hoofd of tenminste? Ik de laden, kan ja, van alles gebeuren. Je he? ziet het niet voor je, ja. maar um, mijn hoofd weg ligt toch wel bij hè, in de luchtvaart, ja. maar dat haalt niet weg dat je ook een verschillende op verschillende andere op andere verschillende vlakken ook. Goed kan ja, actief, actief, zijn, actief ja. kunt zijn. Ja. Bij wijze van. En je weet nooit als iets wat anders valt, ja. ga je misschien wat focussen op een andere <kuggen> specialiteit ja, leggen. Zeker. Maar het feit dat je gewoon veelzijdig bent. En het feit ook dat jij ook durft, dat is iets wat ik wil aan de kijkers wil gaan meegeven. Dat, ik, dat is gewoon heel erg belangrijk. Heel veel mensen hebben moeite om uh, beslissingen te nemen. Zeker. Om te durven, om te proberen. Maar als jij niet durft en probeert... dan ga je jezelf niet leren kennen. Ja. Uh, en veel, heel veel mensen zijn bang om te falen of om te vallen. Maar uh, ja, van vallen dat wordt dus groter. Hè? Zoals dat dat is mijn hoofddoel ook ja. van een podcast als dit... of van een vlog die ik drop... of van een, 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 foto, een simpele foto die ja. ik op mijn Instagram-account bijvoorbeeld uh, zet... Ja is om, um, ik heb de risico genomen. Mm. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Ja. En het nemen van een beslissing is nooit makkelijk geweest. Okay. Maar als je de risico's kent, en dan heb ik het over alle risico's, als je dat op papier hebt gezet of wat dan ook voor jezelf gewoon hebt neer, neergezet, en je kent alle risico's, neem dan een klein beetje risico. Je? Ja. Ondernemen is risico nemen. Natuurlijk, ik, ik wil niet zeggen dat je al in moet gaan. Een, uh, een belachelijke en, beslissingen moeten. Ja, juist. Nee. nee, dat zeg ik niet. Nee. Maar neem wel. Een klein beetje risico. Dan maak, ik leven, dan maak ik het leven een beetje spannend. vind is spannend, zeker. <laughs> en reis soms alleen. En uh, <laughs> ja, zeker. zeker. Leuk, leuk. Nee, echt respect voor je, man. Dank je wel, um, Ja, dus de punten die we eigenlijk hebben besproken. Toen ging ik ook verder met jou over de app. Van oké, okay, er zijn nog andere punten. En toen kwamen aan de andere verrassende punten van mij. Toen ging ik van, ja. van oké, okay, is goed. We gaan nog meer in de diepte. Oh, jee. Spannend. Jij wilde praten over struggles tussen twee culturen. Ja. Bro. Wat. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Ik zal je vertellen, Burr. Um, wij als gezin, wij als familie... Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld in Nederland heb ik misschien een tante... en twee, uh, mijn ouders, en ja. that's it. En een neef van mijn moeder, van, uh, van mijn tante natuurlijk. Um, en voor de rest is heel mijn familie bijvoorbeeld in Egypte. Ja. Dus de gemis is er altijd. Je ouders, of heel je familie die verwacht van jou dat jij dezelfde standaard... of dezelfde waarden en normen behoudt van daar. Terwijl je in een heel andere omgeving leeft... waarin weer andere waarden en normen van je worden verwacht. Ja. Snap je? Op een gegeven moment zit je dus in een, een strijd tussen twee culturen. 100%. procent. De vraag is, hoe ga je daarmee om? Je kan... Iedereen, de een kan er beter mee omgaan dan de ander... Ik persoonlijk, ik weet niet. Ik, ik blijf mijn familie natuurlijk altijd uh, missen. Dus daar ben ik deels aan gewend. Um, maar ja, om iedereen om beide zijdes tevreden te stellen. Dat, 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 ik, ik denk dat het heel lastig is. En ik zie ook heel veel jongeren om mij heen... die bijvoorbeeld de ene kant verwaarlozen en de andere kant weer niet. Uh, of de ene kant, weer, de ene kant verwaarlozen. Uh, of juist de andere kant. Dus... Waar, waar zit de, waar zit, waar zit de, de, de lijn zeg maar, van goed of slecht? Ja, snap je? Goeie vraag. Uh, dit is uh, naar mijn mening iets wat gewoon uh, vooral voor de tweede generatie uh, geldt. Juist. Um, natuurlijk heb ik daar ook over getopt. En dan ga je met vallen opstaan, ga je wikken wegen en dan probeer je een leven te leiden. Maar je moet. Eén ding wat heel belangrijk is en wat ik ook eigenlijk aan iedereen wil gaan meegeven is van je moet voor jezelf wel een vertrekpunt hebben. Kijk, één ding is een feit: je bent een moslim. Zeker. Oké. Okay, ja. Dus alhamdulillah. Als jij zegt van ik ben moslim, dat betekent dat je een bepaalde bagage meeneemt. Je neemt een mindset mee. Je neemt ja. een vertrekpunt mee. Dus je moet eerst een keuze gaan maken van oké, okay, hoe, vanuit welk perspectief bekijk ik het leven? Ongeacht waar mijn ouders vandaan komen, yes. en ongeacht waar ik leef. Want dat is dat, dat telt eigenlijk niet. Uh, ik zal je. Uh, misschien is het een beetje te hard wat ik zeg, maar wat ik probeer aan te geven is: je hebt een bepaalde manier van leven en denken, dat ja. is islam. Okay. En het kan zijn dat de juiste uh, begrip en visie van islam, welke jij hebt, dat, dat in contradictie kan zijn. Met de normen en waarden die je ouders vanuit Egypte en bij mij en van Pakistan uh, hebben meegekregen. Dus daar kan een contradictie in zijn. Je ja. hebt zo meteen misschien een voorbeeld. Daarnaast heb je ook de western lifestyle hier. Mm -hmm. Daarin is er ook een contradictie. Dus de meerderheid die heeft een andere uh, manier van denken, normen en waarden, ja. wel kan indruisen tegen het islamitisch perspectief. Yes. En daarin moet jij je proberen te balanceren en nog steeds eigenlijk als een representative, uh, representative zijn van islam. Klopt. Alleen dan kan je, op, op, als je dat op een schaal zet... Ja. kan je uitwijken naar beide uiterste eindes. Uiteindes, snap wat ik bedoel? Ja. Dus dan kan je bewijzen van... Um, een volledig islamitisch um, een beeld voor jezelf gaan creëren... Ja. Maar die niet bij de tijd past, niet, niet in de context past. Ja. Maar je kan ook of je verwaarloost het helemaal. Ja. En je, je, je behoudt wel hè, um, de context waarin je nu leeft. Klopt. Kijk, de context, en dat is een goed punt. Ja. En dat is juist de vraagteken bij heel veel mensen. Zo niet bij, uh, bij elke moslim uh, die gewoon in Europa leeft. Kijk, de context yes. waarin je leeft. Mag never nooit domineren op jouw vaste stellingen vanuit islam. Dat betekent niet dat je niet flexibel bent. Ja. Kijk, dit is de hamvraag waarin wij nu leven. Wat ik ook aan de jongeren stel. Ben jij een Nederlandse moslim of ben jij een moslim in Nederland? Juist. Yes. Er zijn twee verschillende aspecten. Dus de agenda die ik dan probeer te pushen. weliswaar niet via Dien en doen podcast, mm -hmm. maar een andere. Uh, Manieren is van wij zijn moslims in Nederland. Yes. Dat betekent niet dat ik per se mijn rechten en plichten ga eisen van ik ben moslim en dit is hoe ik het moet hebben. I gotta hold my own. Dus alles waar je mee maakt, context of niet, omgeving, tijd, al die factoren moeten niet voor zorgen dat jij je aanpast in jouw islamitische normen en waarden. Nee, dat... Als je kunt aanpassen, ja. en het is binnen de kaders van islam, mm -hmm. bismillah. Wat ik meer probeer te zeggen is je zei het net, ben je een, een Nederlandse moslim of een, mos, een, of een moslim die in Nederland woont? Daar heb ik het niet over. Nee. Ik heb het over, uh, we zijn sowieso een moslim die in Nederland woont. Dan yes. ben ik een moslim met een Nederlandse identiteit of een moslim met een Egyptische identiteit. Ja. Want dat, dat scheelt. Ja. Kijk, over uh, het, 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 de, de, de lessen of de, de wijze van... Uh, hoe een, een moslim zou moeten leven daar 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 hebben we net ja. daar hebben we geen uh, meningsverschil over ja. maar wel over welke uh, op welke richting je opgaat ja. je? Ja. kijk identiteit is een uh, 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 het is meer een identiteitsissue ja zeker maar een identiteit wat betekent wat is de definitie ja. van identiteit daar moeten we op ingaan ja. denk ik en uh, wat voor mij is dat jij vanuit een bepaalde levensvisie mm -hmm. bepaalde dingen beoordeelt. want dat is, kijk, je kunt niet zeggen van ik, mijn identiteit is dat ik een Egyptenaar ben. Yes. Want Daar heb je geen beslissing over. Daar heb je niet ook een nadenken. Je ja, identity is waar jij voor staat. Yes. Uh, de handeling die je maakt, dat moet een bepaalde uh, grondslag hebben. Ja. Dus als jij als jij bijvoorbeeld zegt van oké, okay, ik eet geen uh, uh, varkensvlees, Juist. dan heb je een islamitische identiteit. Mm -hmm. Dus ja, identiteit dient islamitisch te zijn. Klopt. Ja? Dus een, een Egyptische of een Nederlandse identiteit bestaat in die zin niet. Wat nee. je wel, waar ik wel met jou mee eens ben, is de cultuur. Jij bent opgegroeid in een cultuur, Juist. Uh, of je ouders zijn opgegroeid in een cultuur. Daarom zeg ik van oké, okay, de Egyptische, Egyptische cultuur welke jij hebt, welke aspecten zijn daarvan islamitisch? En de cultuur waar je hierin opgroeit, welke aspecten zijn daarin islamitisch? En als je die met elkaar dan. Ja, links. dus je, je moet een, 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 een factor hebben yes. waarin je beslissingen kunt maken. Ik geef een makkelijker voorbeeld. Mm -hmm. Jij hebt een idee van: oké, okay, is goed, ik wil luchtvaarttechnologieën, uh, wilde ik ingaan. Je wilde iets met motors doen. Ja. Oké, okay. op basis daarvan heb je alles al afgebaken. Dus dat betekent niet... nu ga ik mbo uh, koken leren of hebben? Nee, toch? Nee. Omdat het geen raakvlak met elkaar... dus jouw doel is duidelijk. Juist. Yes. Jouw doel is duidelijk. Oké, okay. hoe ga ik de stappen maken... om mijn doel te bereiken? Dus in, in, wonend in Nederland... wat belangrijk is... oké, okay, ik ben moslim... dus alles wat ik afkader of omkader... either people like it or not... en daarin moeten we gewoon heel blank in zijn... het kon ook zijn dat jouw vader niet eens was... met jouw studiekeuze hoe ga je daarmee dus om kijk studiekeuze dat is, dat anders is dan religie natuurlijk nee, hè? Nee, ja, ja. maar dat 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 is dus mijn uh, dat is dus een punt die ik probeerde te maken ja een Nederlandse de Nederlandse cultuur die zou zeggen van ja maar goed het is jouw vader die ga, die heeft die, die die beslist nog niet wat jij leuk en niet leuk vindt ja. Snap je? Ja. en Egyptische cultuur zou zeggen jouw vader ze wil dat is wet juist oké okay. dan komt de islamitische cultuur de islamitische cultuur de islamitische cultuur. Dus kijk, het is nooit slecht om een goed gesprek met je vader te okay. hebben. Dus je, ik ben... je komt geen millimeter in dat gesprek. Dat, dat, dat deel hebben dan zo... Je komt geen millimeter in dat altijd, gesprek. Ik begin altijd met de inleiding. Ja, dus, nee, wat, uh, jij wat, wat, jij bent wat staat. steeds op de point. I like, it, I like it. Nee, kijk, waar het om gaat is uh, uh, als jij een studiekeuze maakt, Juist. Uh, wat een islamitische vader dan zou moeten doen, mm -hmm. denk ik, vanuit mijn perspectief, is gewoon een zoon stimuleren, zolang hij zijn studiekeuze maakt. Wel Toepasbaar is vanuit het islamitische perspectief, moet hij dat gewoon doen. Dus als bijvoorbeeld mijn zoon een studiekeuze gaat maken, als zij zegt van joh, pa, ik wil sportleraar worden. Oké, okay, prima. Dan zal ik hem uitleg geven over... oké, okay, wat zijn de kwalijke zaken als sportleraar eventueel... en wat zijn de positieve zaken als sportleraar eventueel. Maar die kwalijke en de positieve zaken... dient altijd vanuit de dienwoorden uh, uh, beargumenteerd. Dat is mijn maatstaf, waar yes. ik ook ben. Context, geen context. Een context waar ik in leef... die kan effect hebben op mijn beslissing... Zeker weten, want zolang de beslissing vanuit de dien is, een andere context, een andere milieu betekent mm -hmm. niet dat ik me nu me per se moet gaan aanpassen, omdat ik dan niet binnen de oevers uh, van de dien per se ben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als, uh, als een milieu uh, aangeeft bijvoorbeeld, uh, als Nederland bijvoorbeeld aangeeft, ja, uh, iedereen moet gewoon uh, geïnformeerd worden na zijn twaalfde jaar dat uh, LGBT gewoon heel normaal is. Ja, dan komt jouw islamitische identiteit in gevaar. Moet jij nu jouw 12-jarige kind per se verplicht gaan uitleggen? Ja, voor Nederlandse begrippen, of in is al westen, van normaal, kom op. Iedereen mag te kunnen weten wie ze kunnen kiezen. En nee. uh, dat, ze, dat uh, hun persoonlijke vrijheid voorop staat. Ze mogen zelf gebruik maken van hun lichaam, hoe zij dat willen. Oké, okay, dan wordt jouw islamitische identiteit wel getrekken. Van nee, ik ga en garde. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar dat hoort bij alles zo te zijn. Want als we dat niet gaan doen, dus yes. onze islamitische identiteit niet gaan behouden of niet gaan verdedigen, welke punt dan ook, dan worden de grenzen steeds meer vervaagd. En dan herken je jezelf niet meer als een moslim. En het enige wat je dan nog hebt op je geboorteplaats uh, is, is jouw voornaam wat islamitisch is. Maar jouw denkwijze ja. niet meer, want je bent beïnvloed door westerse cultuur. Dat is dan afhankelijk van jouw houding vanaf het begin. Zoals je dat zegt. Ja. Uh, dus heb jij een, 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 een islamitische houding? Oké, okay, dan, dan, kan, je, dan Precies, kan je dat heel ja. lastig kwijtraken. Maar wat ik meer, wat ik meer bedoel. Dus, wat bij, 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 dus bij, bij de beslissing van jouw vader. Ja. Die zegt van: Luister, uh, 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 een sportleraar, dat is niet. Uh, ik, ik heb liever dat je arts gaat worden. Ja. Uh, Oké, okay. hij doet dat ook vanuit zijn. Ja, hij bedoelt het ook alleen maar goed. goed ja. Dus vanuit een islamitisch perspectief ja. is het legaal. Snap ja, je, je? Ja, vanuit islamitisch perspectief is het compleet uh, legaal. Maar het gaat erom van uh, onze dien geeft ook aan hoe we onze kinderen opvoeden. Juist. Yes. Uh, dus vanuit islamitisch perspectief kan een vader een advies geven, maar hij kan het jou niet verplichten. Zolang jouw zoon een islamitisch Zelfs als mijn zoon. Juist. Oké, dus is on record now. Zelfs als mijn zoon een niet-islamitische beslissing maakt. Juist. Yes. Maar hij is volwassen. Ik ben niet verantwoordelijk voor hem. Ik kan hem enkel adviseren. Juist. Yes. Maar dat betekent niet dat je, dat, je, dat je daarvan verdrietig zou gaan worden. Jawel. Dus je wordt er verdrietig van, toch? Als hij een keuze maakt yes. die ook niet-islamitisch is. Nee, dat het islamitisch is. Hij no. neemt een islamitische keuze. No. Ik denk, ik denk op het moment... Ik denk dat het Mag onder... ik wel voor mezelf beslissen? Stel, yeah, okay, maar ik bedoel danke. van... Stel, he, je, je, het is, jouw beslissing is islamitisch. Die van hem is ook islamitisch. Doe wat je moet doen. Precies, maar dat betekent niet dat je het niet jammer gaat vinden. Nee. Hoe nee, nee, nee. Dan zijn je Omdat emoties ik, uit. Om, nee, nee. nee. Dat, is niet, dat is juist van... Ik wil juist, juist? mijn kinderen de islamitische vrijheid geven... om zelf te kunnen beslissen... al heb ik een andere mening. Waarom? Ja. Dat is heel makkelijk. Dat is precies wat ik ook wilde als kind zijnde. Ja. Snap je? Dus ik kan me in die zin... kan ik relateren aan hen. Ja. Zolang je keuze islamitisch is... Allah... Kan, kan, je, kan, je, kan je dan... Uh plaatsen dat het, dat het persoonsgebonden is. Jij, jij, kan, jij kan je emoties... of jij kan, jij, kan die, um, jij kan die link maken... terwijl misschien tien anderen dat niet kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat is ook waarom ik ook vanuit Hesab... ook mensen adviseer. Uh, wanneer ze bijvoorbeeld getrouwd zijn... of wanneer ze kinderen hebben... Vergeet het islamitische perspectief niet. Nee, Als jouw niet. kinderen of jouw vrouw keuze maakt waarin er vanuit islam ruimte is, ja, dan moet je dat vooral geven. Geef mensen vooral, vooral de ruimte. Zeker. En ik zou juist mijn zoon of mijn dochter, inshallah, ook de ruimte, de liefde en het vertrouwen geven. Ja. De keuzes die zij maken binnen de islamitische kaders, nee, zodat eens. ze ook daarin kunnen groeien. Maar ik ben ook makkelijk en soepel als mijn kinderen, en daar probeer ik ook op te anticiperen, een niet-islamitische keuze gaan maken. Ja, maar goed. Dan, dan, is het, dan ga ik hun niet steunen. Dus daarin ben ik wel. Ja. Dat gaat mij wel verdriet doen. Tuurlijk, Want wat is onze... Maar dat, dat is ook begrijpelijk. Ja. En ik denk dat, ik denk dat dan zo'n keuze ook uh, tegen. Ja, ik weet niet. Waarschijnlijk tegen beide culturen ingaat. Als we uh, het dan Westens hebben. Ook. cultuur, weet ik niet. Nou, maar, maar, dat was standaard. Uh, ik bedoel, uh, zulk. Zeg maar in dat geval. Ja. Ik denk dat dat de zo'n beslissing al heftig genoeg zal zijn. Ja. Uh, dat het ook tegen de, de, de Nederlandse cultuur dan heen gaat. Denk nee, ik. Kan je Kijk, misschien voor een voorbeeld? Noemen? als ik uh, mag noemen, uh, bijvoorbeeld mijn zoon ja. heeft een relatie. Oké. Okay. Heeft geen Nika. Ja. Westerse cultuur zegt. Ja. Hey, perfect. Zo moet het. <laughs> Geweldig. Ja. Ze zijn gewoon volledig aan het integreren. Assimileren. Geen Allahu Akbar. en dat er ik imam snap jouw punt. Ja. In de sharia huwelijken moeten we niks van hebben. Ja, Ik snap, ik snap jouw punt. Bila Arif daarentegen. Van, hey man. Nee man, nee, nee, gaan we nee. niet hebben. Wil jij met ja. haar? We gotta halalify it. Ja. Anders... Ben is ik te te en dat is één simpele voorbeeld. Tegen ja. andere voorbeelden. Als, als jouw dochter geen hoofddoek gaat dragen. Islamitisch, kan het niet. Ja. Voor, uh, voor de Westen, hey, persoonlijke, de persoonlijke vrijheid. ]heid. Hoofddoek of geen hoofddoek. We vinden het wel dat er onderdrukking is. Ja. Zeker weten. Maar als ze geen hoofddoek heeft, dat laat zien dat ze gewoon de Westen zijn waarde heeft geaccepteerd. Ik snap jouw punt. No way is Nogmaals, ik ben wat dat betreft ben ik misschien nog een hele relaxte parent... tegenover andere ouders als je vergelijkt. Ik ben heel simpel. Ja. Juist, wanneer jij islamitisch niet meer mijn verantwoordelijkheid bent. Vanaf doe, 21 jaar bedoel je dan? Afhankelijk uh, van, van, van hoe, welke jij zei? Je? 21. Islamitische uh, uh, leeftijd hanteren, dan verschilt het nogal. Ja. Wanneer iemand volwassen is en zelf de beslissing kan Uiters, maken. Ja, dus. Is... Uh, laten, yes. laten we gewoon safe is... spelen. 16, 17 kan verschillen. Oké. Okay. Ja? ja. Dus wanneer mijn kind een andere beslissing gaat maken. Mm -hmm. Dus een beslissing gaat maken, welke vanuit mijn perspectief, net islam, incorrect is. Yeah. Ik zal een adviserende rol, een, ouder, uh, een adviserende ouder zijn. I love you. Dat is fout. Want zo heb ik jou niet opgevoed. Maar ik ben. Ik hoop het. Het is on camera. Ik ja. hoop dat ik geen emotionele binding zou hebben als iemand zo'n keuze maakt. Ik, en ik zal je vertellen ook waarom. Um, want met emoties en woede ga je een kind daarmee echt overtuigen om die andere beslissing te nemen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Oké. Okay. Mijn mee... zal ik hebben. Ja, ja dat, dat, dat is het. Dat, ja. dat kan ik ook begrijpen. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Ik stress niet over studiekeuze. Ik, zou, ik vind ook dat de, de uh, moslimouders tegenover hun kinderen ook geen uh, stress moeten tonen en weet je wat voor effect stress heeft op de kinderen? Nou, nee, juist ja, negatief. Ik ga je een voorbeeld geven van iemand. Oké, okay, ik ga zijn naam niet noemen. Ja. Uh, want het is. Uh, Broer, ik uh, ben een voorbeeld voor je. Voor je. Ik ben ja. ik ben letterlijk een voorbeeld voor je. Okay. Ik ben letterlijk gewoon een. Ja, ge een van de. Spit it out, ja. Kijk, een van de van van de factoren is gewoon druk vanuit vanuit familie. Ja. Waardoor je hebt al stress vanuit school. Je hebt al stress vanuit deadlines die je die je moet gaan. Uh, behalen. Ja. Je, hebt, je hebt stress vanuit je sociale cultuur. Mm. Je vrienden die trekken aan je, die willen dat je naar buiten gaat, maar je kan mm. niet naar buiten, je moet lekker gaan zitten studeren. En jou, jouw ouders die verwachten ook wel verwachten iets. En die denken dat jij um, het, het juist niet boeit. Die denken juist dat jij uh, daar niks voor doet. Snap je? Nee. Maar wat, wat voor effect heeft dat op jou? Um, dan is het zo van oké okay, maar ge laat me gewoon even met rust of eh, op een gegeven moment boeit het hele... Studie niet eens meer. Snap je dan denken van kunt okay, een shutdown krijgen. Ja, ja laat maar gewoon. dan maar niet. Dan doe ik het maar niet. Precies. Toch? En, en dat, dat is juist misschien het pakistaans Egyptische uh, cultuur uh, wat wordt meegebracht. En vaak hebben ouders ook dat emotionele van ja, ik kwam naar Nederland met maar één ondergoed en één hemd en ik heb drie vier dagen achter elkaar gewerkt. Van waar ben jij nou maar bezig? Jij moet hoger op en jij moet veel juist. beter. En je hebt alles gekregen wat je maar wilde en dit is wat ik voor terug krijg. Ja, kijk, weet je, als je, je kinderen gaat opvoeden zodat de kinderen de rekening terug gaan betalen, dan moet je maar niet opvoeden. Snap je wat ik bedoel? Dat is, dus, dat, dat, dat is exact wat ik dus bedoel met, met dat punt van. Ben, struggle. Ja, struggle tussen beide, beide culturen. Culturen. En, en dat is gewoon fout. Ik vind juist dat de ouders. Kijk, wij zijn nu tweede, derde generatie moslims hier. We ja. hebben een cultuur meegekregen. We hebben ook een andere opvoeding meegekregen. Zeker. Uh, en educatieve opvoeding van ons is ook anders. Dus we hebben. Meer visie en meer gevoel met het opvoeden van kinderen. Ja. Dus mijn advies daarin zou zijn: uh, de, uh, wij als jongeren, die zijn opgegroeid. Uh, uh, door ouders die eigenlijk de gastarbeiders worden genoemd. Mm -hmm. ja, voor hen was het natuurlijk een uh, nieuwe omgeving. Dus zij hebben hun cultuur daarin meegenomen. En wij moeten gewoon voor zorgen dat wij onze kinderen de juiste mindset gaan geven. En gewoon onze kinderen gaan steunen in een beslissing die gewoon uh, ja, uh, islamitisch is. Dat, dat... Uh, de druk die jij hebt gevoeld, ik denk dat jij daar niet alleen in bent. Ik geef een voorbeeld van een vriend van mij. Ja. Die uh, dat zou gewoon, je weet toch, hij was de, de Golden Goose, weet je, degene die het de beste voorbeeld. Iedereen, uh, weet je, elke persoon zei ook van, ja, waarom word je niet zoals hem? En dat ik <laughs> van, ik ken hem, <laughs> believe me. Je wilt niet dat ik net <laughs> zo zijn word, maar gewoon in de, in, de, in de public life was hij gewoon de ideale schoonzoon. Uh, en gezegd. dus ik chillde met hem vaak toen we jong waren, bla die -bla, -di bla. Maar hij had zoveel druk, hè? En hij kon het niet uiten. En dat heeft nog steeds effect op die jongen. Mogen we dat spannend makkelijk voor hem maken? Maar in ieder geval, hij had gewoon zijn uh, dinges. Hij moest VWO halen. Ptsch. En hij was gezakt voor vijf VWO voor ja, Hoe ga je dan thuiskomen? Dus check deze dan, bro. Dit is echt ziek. Dit is ziek. Oké, okay, ik, ik ga het ook niet als een snippet maken. Ik hoop dat oh. niemand luistert. Uh, of als ze luisteren, dat ze me niemand moeten bespreken, gewoon als leermoment <laughs> moeten nemen. Dus op een gegeven moment, kijk, ik deed gewoon chill met HAVO. Weet je, mijn vader is verlamd, dus had geen invloed op mij echt. Maar weet je, mijn moeder was zacht, aardig, dus ik deed gewoon wat ik wilde. Ja. Blijkt. Ik blijkt. Deed HAVO gewoon echt heel makkelijk, alsof er niks aan Handelijk. de hand was. Twee keer wel weggetrapt van school, maar gewoon, ik deed mijn ding. Niemand uh, ging maar die pressure geven. Dus ik heb nooit echt ouderlijke pressure gehad. Juist. Yes. Dat is wel lekker, man. <laughs> ja, maar okay. die vriend van mij, dat was gewoon de golden goose. Ja? Dus uh, op een gegeven moment 5 uh, VWO, niet gehaald, gewoon vette drama. Dus hij ging naar een speciale school van waardoor je nog steeds 5... Uh, waardoor je nog VWO kon doen. Oké, okay, prima, okay. want haven was geen optie. Oké, okay, dus hij 6 VWO, eindexamen. Hij heeft er niet gehaald. Oké, okay, maar check deze. Dus hij gaat naar huis. Ja. En ze vragen aan hem van, en heb je gehaald? Hij nee, zegt... ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. okay, dat is niet eens zo erg. Hè? Okay. Dat is niet eens zo erg. Oké, okay, hij heeft gelogen, hij heeft gehaald. Die vader van hem wordt zo blij, hij geeft feest. <laughs> Hele town is invited. Ik ben zijn mattie, ik wist ook van niks. Ja. Dus op een gegeven moment, hij zegt van... Uh, ja, feestje, dit en dat. Hey, als zijn vader uitnodigt, de whole, whole town is invited... Dus wij daar, weet je, iedereen allemaal bekende. Vissa, gewoon groots uitgepakt, weet je. Mijn Shit. zoon heeft VWO-diploma. Groots uit, Oké, okay. hij zit gewoon met mij, we waren jong. Oké, okay. dus we uh, <laughs> gewoon aan het dansen. Kleine jong-jong uh, weet je, aan het dansen. Gewoon echt leuk, vet, ja. man. die gast danst gewoon mee. Oké, okay. oké. Okay. VWO, 6 VWO heb je gehaald? diploma. Wat krijg je daarna? Unie. Unie, oké, okay. is goed. Dus hij zegt, pa, ik ga naar uni. Oké, okay. is goed. Maar hij heeft een VWO-diploma, heeft hij niet. Nee. Bro, zes maanden lang in de ochtend, gewoon een tas uh, met boeken. Okay. Pa, ik ga naar uni. He didn't go to uni. Ah, ik moest naar buiten. Dus hij zit gewoon half jaar lang zo te doen. <laughs> Daarna zegt hij, een half jaar, Pa. Dus hij moet nu een backup plan hebben. Hij zegt, Pa, ik heb geen zin in uni. Ik wil u helpen met uw business. Nee, zo'n... En Hij zegt, Nee, Papa, ik moet u helpen met de business. Mm -hmm. Kijk die mentale struggle die gast had. Is, is iets wat je niet, uh, waar je, je eigen kinderen niet in wilt, uh, wilt brengen. Dat is toch zielig? D dit is heftig. En uh, zoals je ziet, het heeft waarschijnlijk heel zijn carrière, heel zijn loopbaan heeft dat ja, verpest eigenlijk. Ja. En um, dat is dus wat ik. Ja, ja goed. dus de expectations, je hebt het over, weet je, strijd uh, tussen twee culturen, twee achtergronden. één ja. van je ouders en twee waarmee je opgroeit, hoe je dat kunt mixen. Het enige wat ik kan meegeven daarin is, je moet je kinderen gewoon liefde vertrouwen en ruimte geven. Yes. Hey, ik ben ook geen goede voorbeeld per se soms als ouder, maar ik leer ook gaandeweg. Zeker. Maar wat ik wel nu veel meer doe, al een tijdje. Is gewoon met mijn kinderen praten over van ja, hoe voel je je? Wat heb je meegemaakt? Ja. En dan probeer ik dat naar islam rustig te kanaliseren zonder boos te worden. Want iedereen moet een ontwik ontwikkeling meemaken. Maar yes. ze moeten het huis wel als een vertrouwde omgeving zien. Oké, okay, nogmaals, voor de helderheid. Ik als persoon, hm. ik, kon er, ik kon er uiteindelijk wel goed mee omgaan. Ja. Snap je? De druk was er. Maar ik kan daar mee goed omgaan. Ik kan, ik kan mijn ouders wel in een bepaalde richting leiden om, om mijn ding uiteindelijk te kunnen doen. Ja. Maar ik kan begrijpen dat er andere jongeren ja. dat niet hebben. Dat ik, dit is ook meer. Zelfs, dit is zelfs voor mijn eigen, voor mijzelf. Op het moment dat ik hè, later als misschien ouder word, ja. uh, en kinderen heb, dat ik hiernaar kan terugkijken en dat ik. Tegen mezelf kan zeggen: van luister, geef die kinderen nou gewoon ja. de ruimte. Laat ze even doen wat ze lekker leuk vinden. Ja. Want dat blijkt uiteindelijk naar iets waarin zij veel plezier in hebben. Ja. Al maakt het niet veel geld, al maakt het, nee, niet, al maakt het je niet beroemd, al, maakt het, al heeft het geen status, maar je kind doet wel iets waar hij plezier in heeft. En dat. Dat, dat, dat hij kan dan elke dag lekker zijn bed uitkomen met zoveel, zoveel energie, snap je? Klopt, maar dat is het punt. Kijk, onze ouders hebben misschien die ervaring gehad. Zij zijn dat gewend. Zeker. Zij hebben nooit nagedacht over ja. parental skills. Over hoe een kind zich kan voelen, in welke fase. Terwijl de hem daar heel simpel en duidelijk in is. Zeker. En Ali, Radilan, uh, zijn advies is heel simpel. Eerste zeven jaar focus op liefde. Ja. Wat doen wij eerst in zeven jaar? Hmm. Klappen geven en zeggen van... hé, hey, en nu moet je ophouden. Je ja. geeft ze enkel liefde. Nou, het, het, kijk, dat zijn ook... Het, we kunnen het niet generaliseren. Ik heb geen klappen gehad. Nee. <laughs> je bent heel goed van afgekomen dan. Nee, wat ik probeer aan te geven is... Uh, ouders hebben niet echt nagedacht van... in, in de, de facering van hoe islam daar tegenaan kijkt. Dus eerst zeven jaar liefde tweede zeven jaar, dus vanaf de achtste tot de vijftiende, uh, geef je eigenlijk aan van, jongen, weet je, dit is halal, dit is haram. Je geeft de maatstaf aan. Zeker. En vanaf de zestiende tot de eenentwintigste, misschien heb je gelijk dat ze dan een, volwassen zijn. I don't know. Zie je? Mashallah. Uh, maar dat je dan als een vriend met degene, met degene omgaat. omgaat en daarna moet je hem loslaten. Zeker. Doe je ding. Advies. Tuurlijk. Kom Tuurlijk. bij me. Neem je advies. En dat is ook de punt. Op een gegeven moment je wil niet dat jouw kind, jouw eigen kind Bloed en vlees dat die tegen je op gaan kijken. Ja, dus je hebt op... over studie. Studie is een heftig onderdeel. Wat een zwaarder onderdeel is, is partnerkeuze. Dat is al helemaal heftig. Broer, dat is helemaal heftig. Dus als je ouders al bemoeien met jouw studiekeuze. Better believe you bought bottom biscuit, dat ze gaan bemoeien je over met je partnerkeuze. Je, ja. <laughs> Bijvoorbeeld mijn ja. theorie over partnerkeuze. Nou. Gaat weer on record. Is heel simpel. Als mijn dochter aangeeft dat ze met een met één iemand wilt gaan trouwen. Ja. Oké, okay, voorwaarde is moslim. Oké, okay, discussie hebben we dan niet hopelijk nee, inshallah. Het Enige wat ik tegen die jongen ga zeggen is: luister, nu komen we weer terug op reizen. You and me, twee weken op vakantie. Ik geef de destination aan. Jij moet je doekoe in orde hebben. Kazijn I'm paying. Ik ga twee weken op vakantie met die gozer. Ja. Ik heb een analyse gemaakt. Ik ga tegen mijn dochter zeggen: dit is wat ik van hem vind. Ik zou zeggen niet doen, maar als je wilt, ik steun jou. Klaar. Ja. Heel simpel. Ja. Maar hoe kom ik tot deze conclusie? En uh, misschien zal mijn theorie veranderd zijn bij die tijd, maar dat weet ik niet. Maar hoe kom ik tot deze conclusie? Door mijn eigen ervaringen. Snap je wat ik bedoel? Maar is dat, is dat uh, een standaard? Gaat, kijk, jij, jij hebt als billet uh, ja. een bepaalde aanpak voor jezelf al klaar liggen. Van, Op basis okay. van opgedane ervaringen en past het binnen de dien. Klopt. Als ik die ervaring niet zou hebben, zou ik misschien anders denken. Juist. Dus hoe, um, wat, wat zou je dan je advies zijn voor andere ouders die dat, die dan niet zo'n plan hebben? En dat, het wel okay, binnen de... dat is een goede vraag. Dat okay, het... ja. Als ze dus niet op reis willen <laughs> Zal gaan. Ik is het... Nee, nee, is goed. Maar dit is <laughs> nee, wat nee, ik ook ik gaf, had verwacht. Het zijn de Frankie's talks. Dat bedoel Snap ik. ik niet in. Nee, ja, dus wat ik zou doen, uh, wat ik zou adviseren: kijk, reizen. Ja, we komen daar weer terug. Ik zou gewoon ouders wel adviseren om te reizen met de persoon. Heel simpel, je ja. leert elkaar kennen. Nou, ik ga niet te vertellen waarom reizen zo belangrijk is, omdat je dat al heel duidelijk hebt uitgelegd. Ja. Geen spel tussen te krijgen. Wanneer je met iemand reist, je leert die persoon kennen. De hele habits, dit en dat. Weet je, heeft hij ja. stinkvoeten, gaat hij die, die rekening betalen, whatever, snap je? Gaat hij op stappen? Alles. gewoon, snap je? En ik wil ook dat die persoon zich gemakkelijk voelt. Dus wees ja. wie je bent, je leert hem kennen. En dan uh, maak ik, uh, in ieder geval geef ik mijn advies. Okay. Maar ik geef wel de ruimte aan de kinderen. Oké, okay, degene die niet willen gaan reizen, hey, wie zegt nee tegen een gratis reis. Maar oké. Okay. Nee, okay. Degene maar... die niet wilt gaan reizen, of niet kan? Niet kan reizen. Ik vind dat de. Vader, ja? Moet ik uitgaan van dat het een jongen is die je hand komt vragen? Uh, bij ja, laat we ja, dat okay, doen. Okay. Ik vind dat de vader ja? de jongen wel ruimte moet geven om zichzelf te, te kunnen conversen. bewijzen. Bewijs hoeft niet. Te Weet je wat het is? Dat is zwaar iets. Ik, ik hou er niet van dat ik tegenover iemand moet gaan bewijzen. Het moet ja, natuurlijk. gaan. Ik wil... Niet, niet, niet bewijzen als uh, hè, dingen je dingen meemaakt. Uh, nee, ben je mijn ben je dochter waard? Maar be, bewijzen van uh, laat zien wie je bent. Dat hij de kans krijgt om zichzelf te kunnen representeren. Juist. Yes. Ik bedoel, het hoeft niet in eerst het eerste gesprek meteen goed te gaan. Nee, okay. En ik zal ook misschien geen makkelijke persoon worden... om een gesprek mee te voeren. Ja. Snap je? Ja, dat ik is zie mijn al lachen heb, een beetje. Niet, <laughs> niet Snap je? Ja. Dus, dus dat is het. Ja. Ik vind wel dat iemand de ruimte moet krijgen... om zichzelf te kunnen zijn. Wees gewoon yes. jezelf. Dus dat is de fase... wat ik tegen de ouders zeg... van dat moet je realiseren. Echt, dat kan ja. zijn door vaker met elkaar af te spreken... een etentje te houden... maar veel meer one-on-ones te hebben. Want uiteindelijk ga jij je dochter weggeven. Ja, geef, Snap je? Snap je? En je moet er wel voor zorgen dat alles uh, in orde is. Ja. En ik heb bijvoorbeeld een heel... Weet je, soms wil ik iets in uh, iets Heel goed samenvatten. Dus ik heb ook een andere gevraagd, die iets wat meer ervaring te mij hebben hierin. Van oké, okay, wat zoekt een vader precies in de jongen? Dat is wel een goed punt. Moeilijk, was moeilijk voor mij. En toen zei iemand: Ik wil zien of hij verantwoordelijk is. Okay, islam is sowieso, okay. maar het woord verantwoordelijk, Verantwoordelijkheid dat, is heel anders. Eigenlijk. Ja, dus ja, ik, dacht, ik dacht daar meteen aan. Snap dus ja. nou van oké. Okay, je moet kunnen zien of iemand de verantwoor, gewoon verantwoordelijk is. Dat betekent of hij is er al op dat moment, ja. of hij, kan hij heeft de potentie, potentie om het te worden. Dus dat is mijn advies naar ouders toe: ja. van, hey, doe het op deze manier. En voor uh, als een dame, als, dame, als een dochter zeg maar, als je je zoon of als je uh, een zoon met een ja. dochter, ja. Een, een zoon met een ja als, jij, ja, als jij gewoon een, een schoondochter uh, moet mee van kiezen. Yes. Ja, mee kiezen. Kijk, uh, als ik even een stukje terug ga over verantwoordelijkheid. Waarom ja. die naar vaders kijken naar verantwoordelijkheid? Is puur vanwege het feit dat een dochter beschermd dient moet te worden, worden. Uh, finance, uh, uh, fysiek, uh, huis, alles erop en eraan. Dus daarom is het woord verantwoordelijkheid heel erg belangrijk. Ja, Um, als het gaat uh, om het feit dat er een schoondochter uh, in het spel is, dan is het belangrijk, is zij zorgzaam. Ja. Zorgzaamheid is belangrijk. En kan zij ook uh, de rol van een, een moeder uh, vervullen? vervullen? Dat zijn twee belangrijke ja. dingen. Alleen merk je nu wel dat de cultuur een beetje aan het shiften is. Hm. Uh, ik uh, ga niet generaliseren, nee, want dus dat vind ik, ik uh, niet terecht en niet leuk. Maar ja, de maatschappij wordt wat mondiger. De, ja. uh, de eisen worden wat uh, specifieker. Uh, de ideeën van islam vervagen veelal. Er is een bepaalde maat van losbandigheid, dus het is wel heel erg lastig. Maar ik zal enkel mijn zoon gaan adviseren: als hij een vrouw kiest, heeft zij de potentie om een goede moeder-moslima uh, te worden? Daar moet je voor gaan. Kijk, ups downs en downs in een huwelijk, zo, geloof ik, die zullen er altijd zijn. Nee, die tuurlijk. zullen er altijd zijn. Maar ik vind ook dat een, een ouder, als hij, als hij kiest, een partner kiest, of niet, ja. als hij zijn advies mag geven, moet de ouder er ook voor zorgen dat of zijn schoonzoon of zijn schoondochter ook als zijn eigen kind worden gezien. Want ja. dan adviseer je je schoonzoon en schoondochter heel erg anders. Zeker. Gewoon als een eigen kind. Ja. En dat mis dat ik meenies. vaak. Een schoonmoeder die heeft vaak ook niet de potentie... om uh, een schoonzoon te adviseren als een eigen zoon. Of een schoondochter te adviseren als een eigen dochter. Ik heb daar niet veel ervaring mee... maar ik denk dat het een goed punt is om, ja. uh, om het de wereld in te brengen. Ja. De struggle zullen we altijd hebben Zeker. in twee culturen. Er zijn verschillende voorbeelden. Ja. Uh, maar wij hebben nu de best of both worlds, als, we, als ik het zo mag zeggen. Zeker. Uh, en daarom moeten wij dat ook doorgeven aan onze kinderen. Ja. Maar de enige maatstaf van identiteit die altijd moet blijven... no matter the struggle, no matter the pressure... is wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet over hierover. That's that. Wat je ook op een gegeven moment zeg maar mist bij... of tenminste, ik, ik zie dat vaak... Ik, ik heb de neiging, persoonlijk ook de neiging, om daar um, de naartoe getrokken te worden. Ja. En ik moet mezelf daar heel erg van afweren. Is mee te gaan met een bepaalde hype. Ja. En mee te gaan met een bepaalde hype bedoel ik dan meer van um, als er iets gaande is in de zin van een, een kledingtrend. Een trend op wat omtrent, dus filmen, fotografie, dus uh, op social media dat je daar al heel gauw de neiging hebt om um, als je het dan niet meegaat, dat je dan er niet bij hoort. Zo wil ik bedoel. Ja. Maar dan is de vraag van hoeveel positieve effect zal dat zijn op je eigen? Ja. Okay. Um, we kunnen bijvoorbeeld een voorbeeld nemen in de zin van uh, kledingstijl? De, de trend is dan een bepaalde merk uh, de merk die valt ruim buiten jouw budget je doet toch alles aan om dat budget te kunnen bereiken en uiteindelijk heb je dat stuk dat item heb je dan en dat is dan een stuk voor een stuk erkenning ja. of voor een stuk respect maar hoeveel respect heb je daadwerkelijk dan verdiend ja. en van wie heb je dat respect verdiend ja. klopt maar Dat is een, een uitdagende kwestie, welke altijd al een rol heeft gespeeld. In welke jarige tijd je ook geboren bent. Zeker. Ik bedoel, ik zat op een middelbare school in de jaren 90. Ja. En toen waren bepaalde merken die hadden een veel langere houdbaarheid. Snap je ja. een energiebroek of een chippybroek, Daar kon je jaren mee nog steeds stoer zijn. Um, Weet je, je groeit op, niet iedereen had, de, had het ruim, uh, niet elke ouder had het ruim, dus uh, sommigen die Grijpelijk. moesten gewoon sparen uh, om een leuke jacket te hebben mm -hmm. en anderen moesten andere handelsondernemingen uh, gaan starten om, uh, om hunzelf te financieren met kleding, omdat, uh, ja. omdat je niet kon doen met de uitkering van je ouders. Ja, dat is gewoon, uh, daar groei je mee op. En vooral in de westerse maatschappij is dat zo. Ja. Uh, dat je uh, status wordt bepaald op basis van hoe jij je veelal kleedt en wat jouw lifestyle is. Dat heeft ook effect op onze moslimgemeenschap uh, gehad. Mm -hmm. um, de islam is heel simpel daarin. Het is niet per se haram om jou goed te kleden. Nee. In sommige aspecten is het zo dat sommigen aangeven... het is goed om dat te doen. Dus dat je eigenlijk op jezelf laat zien... de, de neerma die Allah taala aan jou heeft gegeven. Zeker. Maar wanneer het uh, woord van... oké, okay, ik ga mij zo kleden om mensen te laten zien... wat ik waard ben, dat is wat anders. Dat ik, je? Ik zeg je eerlijk... Ik, ik koop nu pas kledingstuk waarvan ik denk van... Nee, ik voel me daar lekker in, snap je? Op ja. dat moment was het van gewoon naar de etalage kijken... van nee, hoe kan ik ooit uh, zoiets gaan kopen? En dat is gewoon zo. Maar je, je groeit op in zo'n cultuur. En, en, en nu is het nu veel extremer. De prijzen zijn belachelijk. belachelijk. En, en, uh, en alles wordt lelijker, lijkt het wel, om eerlijk te zijn. Nee? Ja, hoe ja, heet ja, die... ja, nee, ja, ja, okay. nee. Hoe heet, het, hoe heet het die patas? Die uh, balen... Wat? Balenciagas, Balenciagas. Hey broer, wat is ja, dat? Maar, dat, ja, dat is gewoon yeah, een slipper is, uh, met te veel water erin... waardoor die uitzet. Ja, come on, man. <laughs> je gaat dat, dat... niet in de jaren negentig dragen. Mensen denken je bent fake of zo. Snap je? Snap ik. Kijk, het punt... dat punt met uh, hoe, hoe, hoe je als ouder... ermee moet omgaan... Daar, dat, dat is volkomen begrijpelijk. En dat is ook gewoon... ja, Ik snap dat het lastig is om als ouder... Um, je kind daarin tevreden te stellen. Je kind die kan dat op een, gegeven moment op, op een bepaald moment misschien niet goed begrijpen. Ik denk dat het een uitdaging is om dat uit te leggen. Maar wat nou als dat kind dus gewoon volwassen is, hij verdient zijn eigen brood en hij neemt gewoon zelf. Dus we hebben het nu over uh, zelfstandige kerels. Doe het niet laten komen. Het is toegestaan. Het is halal. Is, is halal. Maar wat halal, Ik denk misschien dat ja. je dan uh, moet overwegen in de zin van je schaft het aan. Misschien, het is mooi, het is mooi voor jezelf en je denkt ook oké okay, van wat zullen anderen daarvan vinden? Mooi, prima. Maar dan, dan is er nog een ander schaal. en dat is hoeveel respect krijg ik van iemand anders op het moment dat ik dit draag? En dat, is, dat is fout, dat probeer ik dus te brengen. Wonderdel. Ik zie zoveel mensen om me heen, vrienden van mij, misschien familie zelfs. Snap je? En die erkenning is, uh, wat jij, ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat dat gewoon een hele gevaarlijke trend is. Juist. Als jij je dusdanig kleedt en uh, daarmee gewoon een bepaalde respect probeert af te, dingen, uh, af te dwingen bij de mensen om je heen. Eens, ik, ik kan daar uh, niks over boven hey, dat het, ik met het je is eens ook, ben. Het, is ook, uh, het gaat ook zo snel. Zeg maar, ja. je, je, vanaf het ene moment dat je dan maar iets meer uitgeeft aan een leuke stuk... dan op een gegeven moment van ja, wat vinden anderen ja. daarvan? Ja, Oké, okay, ja. maar ik wil daar en daar een indruk maken hier. Dit gaat echt heel snel. En mijn ad, ja, wat ik zeg, maar als advies, of wat ik als, nee. um, als reminder wil meegeven aan mensen: nee. van koop, koop sowieso iets. Ja, ik ga sowieso niet over datgene wat je koopt, nee. maar ha, probeer daar een Ja, probeer de zicht daarin niet te verliezen. Klopt, gezonde balans daarin te hebben. Kijk, heel veel mensen yes. kopen ook om een bepaalde, een bepaalde sociale omgeving te zijn. Juist. Yes. Uh, ja, dat is heel gevaarlijk. Ja, kijk, op zich wat ik ook zeg, islam verbiedt het niet. Dus het valt niet echt onder uh, verspilling van geld. Pronken uh, is sowieso, denk ik, niet. Dat, dat is het probleem. Dus het gaat niet zozeer om welke kledingstuk je koopt. Het ja. gaat erom van de kledingstukken die jij koopt. Met welke intentie doe je dat precies? Juist. En wanneer jouw intentie eigenlijk uh, krom is, dan kan het tot een bepaalde extreme uh, gedrag leiden ja. en ook jouw denken leiden. Dus dan ga je ook misschien ook anders praten. Yes. Uh, het kan ook leiden tot arrogantie en dat je minder waardig naar andere mensen kijkt omdat yes. ze misschien andere type kleding gaan dragen. Ja. Uh, en dan sla je volledig uh, uh, plank mis. Plank mis. Maar, dat, maar dat geldt ook voor mensen die geld willen verdienen. Ja. Uh, niet per se heel duur kleden, maar ze verdienen heel veel geld. Alleen maar om te laten zien hoeveel geld ze hebben en ze maken nog steeds geld en aangeven waar ze vandaan komen. Van kijk, I've made it. Als jij enkel daarin blijft, in die retoriek praat, jij gaat neerbuigend kijken naar iemand die gewoon hard werkt of schoonmaker is. Als jij, ja, precies. Als jij door een stuk, door een paar schoenen je verheven voelt ja. boven iemand anders en daardoor anders spreekt tot anderen, dan, dan denk ik dat het een moment is om even voor jezelf te gaan reflecteren. Klopt. En de verhevenheid is enkel in uh, de beslissing van de schepper. Dus als wij heel simpel, en ja. het is misschien een cliché. Het komt misschien over van oh, dat gaat hij weer ja, als het, het moet maan spreken. Maar het maar. moet gewoon gezegd worden: is, wat is jouw einddoel? Is dat ja, paradijs is. of niet? Ja. Ik had laatst een hele interessante discussie met een broeder. Ja. Echt heel mooi. Gaat niet zozeer over de sociale status of kleding. Ja. Maar die broeder dacht van... ...hé hey Bila, misschien ben ik gek aan het worden. Ik zeg, nee vertel, want jij bent geen gekke persoon. Je bent redelijk hmm. daan to Hij zegt van, mijn dochter is net jarig geworden... ...en ik keek naar haar. En uh, misschien is het heel gek, weet je. Maar is het gek als ik denk van... ...hé, hey, ik vind het niet erg als ze voor haar twaalfde sterft. Okay. Dus, hij houdt zoveel van haar. Hè? Ja. Ik van... Ik zeg nee, ik ben ook ouder, ik begrijp waar je vandaan komt. Hij zegt van kijk, zei, ik kijk om mij heen, ik zie hoe kinderen verwaarloosd worden en de foute kant die ze opgaan. Ja. Ik zie hoe het systeem effect heeft op de kinderen. Ik zeg, in feite, onze doel is paradijs. En als mijn kind overlijdt terwijl ze niet volwassen is, ja. gaat ze naar paradijs. Zou ik daar ook een traantje om moeten laten, dat ze overleden? Ik zeg van broer, ik begrijp waar je vandaan komt. Kijk, misschien begrijp je nog niet helemaal waarom, omdat we nee. getrouwd zijn met kinderen. zijn. Maar het gaat erom: van ik probeer uitleg te geven van tuurlijk voel je verdriet van dat je kind overleden is. Mm -hmm. Zeker weten. Maar heeft ze vanuit de islamitische teksten haar einddoel bereikt? Het paradijs. Zeer zeker, maar we moeten niet overgaan in paranoia in die zin van See, hey, weet het je, het ik zegt. ben te bang om haar op te voeden. Ah. Uh, als ze vermist is en ik zie haar nooit meer, dan is ze niet. Nee, tuurlijk niet. Zeer zeker niet. En wij, wij, wij zijn ouders, wij zijn mensen, dus tuurlijk zullen we emotioneel zijn. Het gaat gewoon om van dat wij ervoor moeten zorgen dat uh, de huidige situatie... Waarin wij leven, waar het heel moeilijk is om als moslim te denken en te zijn, dat het ons niet moet verlammen om onze kinderen gewoon goed op te voeden. En dat that. dat. Je hebt de kans gekregen, ze hebben die kans ook. Uh, ze hebben de recht om die kans Zeker. ook te krijgen. Ja, dus nee, status is een gevaarlijk iets, kleding Zeker. is een, een gevaarlijk iets. Uh, het is niet enkel op dat moment kleding kopen omdat je zelf wilt gaan profileren. Het heeft ook effect op de gedraging en gedachten van een individu. Just. En ik ben ook 100% met je eens dat dat een hele gevaarlijke tendens is. Heel gevaarlijk. Want ik zie ook mensen die gaan gewoon heel neerbuigen naar anderen kijken. Hoe breng je dat ja, over bij de, bij de jongeren? Hoe. hoe uh... Kijk, in de huidige situatie is het heel veel erover praten. Juist. Uh, dus ik denk niet dat de een en Dunia podcast nu voor een revolutie nee, gaat nee, zorgen. Nee, zeker niet, maar oké. Okay, oh, ik hoop het wel. Ah, ik zit er okay. wel zo in, snap je? Net zoals jij ik er durf. ook in zit. We moeten er helemaal <laughs> voor gaan. Maar het gaat erom dat wij als jongeren, als ah, ja. moslims. Oké, okay, jullie als jongeren, ik ben een oude boek. Ja. Ah. Uh, maar dat wij wel ervoor moeten zorgen dat we veel vaker over praten. Yes. Uh, en dat we met onze omgeving over praten en dat we onze jongeren cultiveren. Er komt een hele dure woord, cultiveren. Wat bedoel ik daar precies mee? Ja. Jongeren gaan hun gedragingen aanpassen als zij de tijd nemen om geëduceerd te worden volgens islamitische beginselen en principes. In deze tijd is het heel moeilijk. Het awesome. Want als je moet gaan kiezen tussen even een shisha pakken met je, met je homies... Juist. of naar een, iets wat ouder iemand luisteren die zich zorgen maakt om jouw toekomst... dan midden mensen die stress niet. Dan gaan ze gewoon die shisha pakken, even stress uitblazen. Snap je? Dus daar ligt de uitdaging in. Maar ja. ja, ik zeg niet dat wij de profeten zijn... maar ik zeg wel, we hebben dezelfde tasks als de profeten... Wij moeten wel blijven herhalen. Dus de profeten hebben ook altijd blijven herhalen. In een maatschappij. welke uh, gedomineerd was met kofferideeën. zijn ze doorgegaan. Dus wij als jongeren. wij als moslims. wij als volwassenen. wij als ouders. dienen de boodschap telkens door te geven. en aan te geven: je bent moslim. Reminder. Dit is ja. en dit, is, dit zijn jouw principes. Zeker. Daar moet je naar terug gaan. En de, de resultaat bijvoorbeeld. als het niet lukt. moet ons niet demotiveren. Uh, en als het wel lukt, moet het ons niet laks maken. We just gotta continue with our mission. Net zoals jij ook met jouw mission uh, continued aangaande maken van beelden. Zijn yes. er mensen die tegen jou zeggen: van... Ja, moi, ik vind de beelden uh, maar niks. Dat kan. Dat oh, is feedback. Dat is feedback. En wat maar wat ga je mee doen? Juist. Stop jij daarmee. Nee, want jij bent overtuigd dat je dit moet gaan doen. <clears throat> ja. Toch? Jij vindt het leuk, dus je doet het. Ik doe het. Dat uh, is niks verkeerd aan. Bam. Maar deze missie van dawah is een verplichting op elk individu. Mm -hmm. Dus hoe gaan we dit tackelen? Ik ben niet resultaatgericht in de zin van dat ik elke jongere mee zal krijgen. Maar ik ben wel resultaatgericht om te zeggen: van dit is wel iets wat ik tot aan mijn dood zou moeten blijven doen. Zonder dat de resultaat effect op mij heeft. Net zoals de profeten. Nuh alayhi salam. Zoveel honderden jaren heeft hij dawah gedaan. En kijk wat de outcome was. Dus we kijken niet naar de outcome, maar we moeten wel. Een come-out hebben, dus naar buiten toe gaan. Naar buiten geen, een bepaalde boodschap. Ja, en, en blijven doorgaan. Zeker. Ja. Ja. Ik denk dat dat de essentie is van het hele verhaal. De hele verhaal, precies. Want uh, als wij een generatie gaan opvoeden... dan worden onze kinderen daarin ook meegenomen. Ja. Dus dat is uh, wat dat betreft uh, onze jongeren. Ja? Andere punten. Normalisatie van zaken bij de jeugd. Ja, ik denk dat dat het eigenlijk een beetje is. Yes, ja. uh, zeg maar uh, dat het normaal is om... Wat was het? Balenciaga-schoenen te kunnen kopen? Ja. ja hoe, hoe, hoe is dat normaal, broer? Hoe is dat normaal in iemands ogen? Hoe is dat... Oké, okay, wat je net zei is prima als, je, hè, als dat een, een, een show is van de namen die je hebt. Maar uh, vergeet niet dat, dat pronken er ook een onderdeel van zal, zal, kunnen zou kunnen gaan. zijn. Ja. Ja. Uh, dat het een, een, een post, een uitgavenpost is, bui, boven, zwaar boven je hoofd. Zeker. Als je er geen twee stuks van koopt tegelijkertijd, dan moet je dat ook gewoon zeker niet doen. Denk denk ik. Ja, misschien ja. wel uh, tien stuks. Maar... Nee, klopt. Kijk, heel veel uh, mensen gaan dan meteen over naar de voorbeelden van de sahaba, hoe zij leefden. Ja. Uh, op zich geen probleem. Natuurlijk niet. Um, maar we moeten een goede balans in hebben. Een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld altijd geef om een beetje een, een shock-effect te krijgen in een positieve zin, ja. is dat er een uh, overlevering is: dat Omar Adilan, uh, mm -hmm. uh, hij kwam naar huis, hij zag zijn zoon met een bepaalde kledingstuk en had het gevoel dat hij, mm. een beetje een mannetje, gewoon gevoel, niet eens woorden, eigenlijk nee. niks. Dus die zoon die kreeg hem, snap je? en toen zei Omar dan van ja ik heb hem gegeven puur dat ik dacht van ja hij voelt zich dus Amoradin had een bepaalde mentaliteit en klimaat. Natuurlijk kunnen we dat misschien niet één op één toepassen. Maar je was daar omgeven in een cultuur, in een islamitische uh, omgeving. Ja. waarin zulke dingen meteen met de kop werden ingedrukt. Van Hé, hey, nu omdat het een geaccepteerd iets is. Dat is kun normaliseerd. je als minder, Ja, normaliseert precies. Is het moeilijk om tegen deze stroming in te gaan. Juist. En dat zie ik ook terug bij mijn eigen kinderen. Niet zozeer in de vorm van dat ze bijna 1000 euro. Uh, die, uh, die schoenen willen, maar wel in de vorm van omgang met TikTok, omgang met Insta, omgang ja. met bepaalde kledingstukken. Wat is er nu in? Ja, dan ga je wel daarin mee, maar geef je wel aan van hey, let daar en daarop. Zo moet je, je voelen, zo dient te zijn. Ja, dat, dat die normalisatie van dingen, ja, ik. Ik kan het er niet uh, tegenhouden. Nee. Het enige wat ik wel kan geven, is, uh, advies. Waar, is advies. En Sorry. niet gedemotiveerd te raken. Nee, ja. je moet ze juist motiveren als dat hun passie is. Prima, ja. vergeet natuurlijk niet uh, het stukje privacy, vergeet dat niet uit ogen. Ja. Vergeet dat, dat het normaal is uh, dat iemand anders uh, het koopt, betekent niet dat het normaal is voor jou. Nee. Uh, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de punten waar ik mee deels heb gestorreld, maar voor mij was het helder. Maar misschien nee. voor iemand anders net niet. Net niet. Nee, klopt. Uh, maar ouders spelen ook een rol natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, er zijn ook man. misschien ouders... die echt zoiets hebben van... wij hebben bijna niks gehad, we hebben hard gewerkt... en nu willen we echt alles aan onze kinderen geven. Ja. Dus zodat zij wel die feel-good factor krijgen... in tegenstelling tot wat zij hadden. Dat is hun keus. Maar het probleem bij de ouders ligt dan wel... is dat je dan zonder dat je erbij stilstaat... stilstaat jouw kinderen bent. een manier van leven geeft... dat ze heel erg materialistisch Zo zijn jammer. ingesteld. Yes. En ook al zeggen ze van... ja, maar wij bidden ook, daar heb ik het er niet nee. over. Maar wij praktiseren, daar heb ik het ook niet over. Maar kijk wat je met de mindset van een kind doet. Ja, en dan ik zeg je niet ik dat denk... ik de antwoorden heb... of dat ik een perfecte ouder ben. Maar ik probeer ik probeer juist te balanceren, wel wat stukken mee te geven van oké, okay, dit mag ik krijgen, dat vind ik leuk om aan jou te geven, maar denk er wel aan, let er wel op. ik denk, ik denk ook dat het een stukje ervaring is op het moment dat ze dat echt hebben geproefd en dat ze daar de zinloosheid erin treffen, dat ze dat, dat ze dat vanuit zichzelf ook zullen afleggen, ja. of juist niet. klopt, dus uh, maat van soberheid wordt ons hier niet aangeleerd. Nee. Uh, in, 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 uh, in. we hebben het over de, de cultuur, Nederlandse cultuur, Westerse cultuur, dat wordt ons niet aangeleerd, het is dus heel Show, heel veel bling, heel veel vooruitstrevenheid in materie, in succes. Dat is een grote getal het geval. Maar hoe komt dat? Dat is omdat er ook een cultuur wordt gecreëerd dat een individu hier alles kan bereiken wat je wilt. Je hebt vrijheid in dit, je hebt ruimte in dat. Als jij die push krijgt vanaf jongs. Van zo, weet je, op school zie je dat. Je ziet kinderen met alles. Kinderen worden groot gemaakt met sport. Op zich is sport niet zo erg, maar nee. gewoon de mentaliteit van dat jij de beste bent, hierin. Ja, En als je iemand niet gaat motiveren om de beste moslim te zijn, of structureel niet gaat motiveren, of, uh, of de islamitische principes van schaamte mm -hmm. en eerbied en respect niet gaat bijzruiten. Uh, ja, dan worden kinderen die, worden heel complex. En sommige kinderen die blijven gewoon doorgaan in het materialisme... Andere die hebben zoiets van ja, mijn pa en ma hebben het niet goed uitgelegd. Uh, ik ga praktiseren. en sommigen slaan door in het te ja, zijn dat ze een negatieve plek. vorm gewoon uiting geven aan wat ze allemaal haat aan het Westen en ja. zelf niet met een concreet voorbeeld gaan komen van hoe kunnen we het beter doen. Ook al heeft het Westen ongelijk, dus je krijgt uh, twee spalt op twee spalt en dit is waar Nederland nu aan de 2020 nu in, uh, is beland. Uh, dat je gewoon moslims hebt die zijn gewoon helemaal verdwaald. Als ik het woord mag gebru uh, gebruiken, zijn echt verkaasd als ik weet niet wat. Je hebt nu ook moslims die zeggen we moeten nu terug naar islam. Naar de originele vorm van islam. Maar ze geven de boodschap op zo'n agressieve, harddragende manier. manier... waarvan ik denk van oké, okay, ik begrijp bro waar je vandaan komt. Maar wat, wat, we ga je hier uh, zielen mee winnen? En je hebt gewoon moslims die gewoon zeggen: Ik ben moslim in Nederland. I'm gonna hold my own. Ik weet waar de gevaren zijn en ik ga mezelf dedicaten door gewoon een vader te zijn in het huis, een dawadrager te zijn on the streets en een voorbeeld te zijn voor de mensheid. En dat is het hele punt: een voorbeeld zijn voor anderen. Dat, ja, dat dat. dat uh nou, daar heet het in deels. Uh, ja, om. Dus inshallah gaan we allemaal slagen om het laatste te realiseren. Uh, I mean. Dat is het belangrijkste. Wat vond je van de podcast? Ik vond het uh, leerzaam. Ja. Ik vond het uh, gezellig sowieso met jou. Ja, en uh, ja, ik, uh, ik heb ervan genoten. Mooi, mooi, mooi. <laughs> Komt er nog een, een, een tweede vlog? Ja? Een tweede vlog, zei of ja, wat zei? Er komt de tweede vlog, er komt de derde vlog en er ja, komt de vierde ja, vlog in kort. Aan. Mooi. Nee. Heb je nog tips uh, voor die doen die een podcast uh, wat we beter kunnen doen en wat vind je van het platform? Ik vind de, de initiatief vind ik heel mooi. Ja. En wat, wat er eventueel aan verbeterd zou kunnen verbeterd ja. worden is uh, een, een stuk dynamischheid. Ja, um, ja qua, qua stand van zaken vond ik het prima gaan. Ja, um, ja ga zo door ja. en. Uh, Langzame hand krijg je. Ja, je leert er heel veel van. Het ja. is een hele proces. Zeker. Ik, ik heb veel geleerd, zeker ook. Uh, dus uh, ik hoop dat de anderen ook veel hebben geleerd. Dus, zolang, je het uh, leuk, uh, zolang je het leuk vindt, dan uh, moet het goed komen, Michel. Zeker zeker. Nou, steun sowieso de podcast Financieel. De rekeningennummers zijn zichtbaar op de YouTube-inleidingen. Uh, in, uh, en abonneer, abonneer ook uh, via YouTube want uh, de abonnees moeten echt omhoog dat kan echt niet hè, serieus Oké. Okay? voor de miljoen uh, ja, views oh, een miljoen, dat zou wat zijn, we beginnen eerst met duizend yeah? en daarna ik ben een beetje bescheiden en voor de video's van Hossam waar kunnen ze naartoe? naar mijn kanaal, dat is yeah. Hossam El Shami okay. op YouTube, Hossam El Shami op Instagram en uh, ja, stay tuned أوكي جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته